Ik kreeg mijn eerste contract toen ik 16 was. 17, het vijfde nog proberen af te maken. En toen is het allemaal voor mij ineens heel snel gegaan en het wordt moeilijker en moeilijker. En dan heb ik alles op voetbal gezet. Talks with Charlie, talks with Charlie, talks with Charlie. Vandaag heb ik een speciale gast. Eerst en vooral wil ik hem bedanken om langs te komen. Je bent in Riverside Studio terechtgekomen voor Talks with Charlie. Een concept dat ik al een tijdje aan het volhouden ben, samen met het team natuurlijk. Ik wou gewoon mensen beter leren kennen. Mensen die in de game zijn, mensen die bezig zijn met allerlei dingen. En ook gewoon hun verhalen weten hoe ze daar zijn gekomen. En daarom heb ik ook toen aangesproken. Maar voor de mensen die niet weten wie ik voor mij heb, zou ik je alsjeblieft willen voorstellen. Want ik doe het, maar het liever dat jij het doet. Ik ben heel humble, dus Marvin Ogunjimi, 32 jaar, geboren en getogen in Mechelen. That's it. That's it. Wauw, well, als ik je opzoek is het meer dan dat. Maar we go. Nogmaals bedankt Marvin. I appreciate it. Zoals je zegt, je bent humbled. Je hebt me ook direct gezegd, ja, aan mijn bieren. En ik was te laat. Mijn excuses daarvoor. Ik was op tijd. Ja. Mama heeft me goed opgevoed. Dus, that's why. Yeah, I can. I will speak about my mom's. But, you know. Maar Marvin, jij bent in Mechelen geboren. Maar waar liggen je roots eigenlijk? Papa is van Nigeria en mama van België. België. Yes. Groot verschil tussen de beide culturen? Sowieso. Ik denk Afrika en Europa is een hele wereld van verschil, zeker en vast. En met welke cultuur denk jij dat je het meest familiair bent? De mensen zeggen dat ik meer Afrikaans lijk of ben. Maar ik ben opgegroeid met mijn mama, dus ik heb, laten we zeggen, de beste van beide. Beide. Beste werelden meegekregen. Beste both world. Oké. Okay. Maar voor waar jullie thuis trouwens? Eén broer en één zusje. Jij bent de oudste? De middelste, dus de moeilijkste. De moeilijkste, inderdaad. Jij krijgt weer allemaal van de oudste. De oudste zoon? Broer? Broer, ja. Oké, okay, jij krijgt sowieso rammel. Nee, hij is heel rustig. Hij is een dokter, dus hij is heel... Oké, okay. Shout-out naar Big Bro, dokter. Sowieso. Oké, okay, dus jij bent geboren toen in Mechelen. School. Mm-hmm. No, is een important thing in life. Heel important. Maar wanneer wist jij eerst en vooral dat jij een profvoetballer wou worden? Dat is... Ik denk toen ik 4 jaar was. Toen jij 4 jaar was? Ja, toen speelde mijn broer voetbal bij ons in de buurt in Heffen. Mm-hmm. En blijkbaar had ik altijd een bal bij mij mee. En dan heb ik soms gewoon de bal op het veld gescoord toen hij aan het spelen was. En dan liep ik er gewoon achter. Maar ik was toen 4 jaar, dus 4 jaar. Blijkbaar wist ik toen al van, dat is mijn ding. Yes. Op 4-jarige leeftijd heb je beseft, ik wil voetballer worden. Of mm-hmm. Ik wil voetballen. Mm-hmm. Jij wordt ouder, je gaat naar school. Wat was je plan A? Was het voetbal of was het school? Er was maar één plan, en dat was voetballer worden. Dat was mijn enigste plan vanaf toen ik 16 jaar was. Mm-hmm. Dus, hoe ver heb je het dan geschopt qua school dan? Ik ben gestopt, en dat is niet goed te praten, nee. Toen ik 17 was. Het werd moeilijker. Ik kreeg mijn eerste contract toen ik 16 was. 17, het vijfde nog proberen af te maken. En toen is het allemaal voor mij ineens heel snel gegaan. En het werd moeilijker en moeilijker. En heb ik alles op voetbal gezet. En op 16, profcontract? Toen was ik 16, had ik mijn eerste contractje gekregen. En denk op 17, 18 heb ik... En zoals je zegt, je hebt voetbal eerst gezet. De steun van de ouders, van mama dan, hoe heeft zij u ermee gesteund? Heeft zij gezegd van ja, gaat ervoor? Of ik had mama, ik had ook mijn broer, ook mijn zus, maar vooral ook mijn grootvader. Hij was altijd, van toen ik klein was, hij reed met mij overal naartoe.
En zijn grote droom was dat ik voetballer werd. Hij was dan ook met Peter. Dus hij heeft me overal van links naar rechts gereden. Van Mechelen naar Genk, van Genk naar daar, nationale ploeg. Dus hij heeft me overal gevolgd. Dus ja, dat is eigenlijk... De reden waarom ik dat vraag is, dat is een hele moeilijke keuze om te maken. En zeker op een jonge leeftijd. En uiteindelijk, ja, jij hebt die keuze gemaakt en jij bent gegaan voor wat jij ook. Maar mijn vraag die ik altijd aan vele mensen stel bijvoorbeeld, is een 17-jarige, 16-jarige Charlie, die komt naar Marvin. Yo, sup, man. Yo, ik wil me ook volledig inzetten. Want ik denk dat ik het wel kan. Maar ik heb het een klein beetje moeilijk met school. Mijn eerste keuze zou voetbal moeten zijn. Wat kun jij me aanraden op het moment? School gaat je zekerheid geven. Voetbal is niet zeker. Je kunt naar school gaan, diploma halen. Je kunt overal gaan solliciteren. Je kunt daar gaan, daar gaan, daar gaan. Je gaat er altijd eentje pakken. Voetbal, je kunt morgen je been breken. Iets dan. Voetbal hangt niet van... alleen van u af. Er zijn veel haters. Er zijn veel mensen die hopen, die bieden dat je het niet maakt. Dus school gaat je zekerheid geven. Ook al gaat dat misschien mentaal, financieel niet zijn als je voetballer wordt. Dat is een grote als, want er zijn er weinig die het maken. Voetbal geeft geen zekerheid. Waren er in je jeugd, in je omgeving, voorbeelden naar wie dat je opkeek? Of mensen die je konden helpen met bepaalde vragen die je had? Nee, toen ik heb altijd wel mijn mama gehad, mijn zus, mijn broer. Met hun kon ik altijd praten, maar ik heb pas te laat in mijn carrière mensen leren kennen waarvan ik wou dat ik die vroeger had leren kennen. Want dan was ik nog verder geraakt in de voetbalwereld. Wat voor jeugd heeft Marvin gehad? Moeilijke jeugd? Makkelijke jeugd. Ik zei tegen je broer van ik kom niet van de straten, dus ik kan niet zeggen van ik kom van de straten. Helemaal niet. Ik kom van een goed gezin. Mama heeft me perfect opgevoed met mijn zus, mijn broer. Alleenstaande moeder, hard gewerkt. Na een tijdje was ze dan single. Dus ze heeft alles gedaan voor haar drie kinderen, waarvoor ik haar eeuwig dankbaar zal blijven. Want shit was hard, dat is zeker. Maar wij zijn niet slecht. Maar zij heeft echt hard gewerkt voor haar drie kinderen. En daarvoor zijn we haar allemaal dankbaar. En dan heb ik mijn opa, die dan alles voor mij deed op de voetbalkant. Dus school was oké, thuis was oké. Ik wil wel een vraag stellen. Jij zegt, jij bent niet van de straat. Dan maakt de straat u een bepaalde mens? Helemaal niet, maar veel mensen gaan doen alsof ze van de straat zijn. Voetballers denken van, ik kom van de straat. Gewoon om te laten, omdat mensen... Geeft dat credibiliteit van de straat zijn? Ik denk het niet. Ik denk of dat je van de straat komt of van een goeie, dat is allemaal hetzelfde. Hetzelfde. Maar veel mensen, zoals in de zangwereld, die doen lijken om te zeggen van, ik kom van de straat, om een beetje meer mensen dan naar u komen van, wow. Terwijl het eigenlijk niet zo is. Dus just be who you are and accept it. Of dat je van de straat komt of van een rijkluisfamilie of wat dan ook. Iedereen is hetzelfde. Om niet echt alsof je iets bent wat je niet bent. Dat is dope knowledge, dope jewel. 16-jarige beseft, op 4-jarige leeftijd besef je goed voetballer worden. Wat is je eerste jeugdploeg? KV Mechelen. Nee, mijn eerste jeugdploeg. Ja. VV Leest. VV Leest. Shout out naar VV Leest. Ik had het gezien. Ja. Dat was in. Op welke leeftijd was dit? Ik was toen 5 jaar. 1992 had ik gezien ergens. Zou kunnen. Yo, OG in this game. Man. Yes. En dus Leest, naleest. KV Mechelen. KV Mechelen. Op 8-jarige leeftijd. En toen is de eerste keer dat ik een beetje mee. Dingen heb meegemaakt van omdat je donker bent, word je anders aangesproken. Okay. We speelden een match tegen KV Mechelen. En ik ben daarna naar KV Mechelen gegaan. Met Lees bedoel je? Ja, okay. Ja, maar Lees is gewoon een gewestelijk ploegje. En Mechelen was toen al een nationaal ploegje. En we spelen 3-3 gelijk. Maar ik maak 3 golen. En natuurlijk, als je donker bent, je bent iets groter, wat hoor je? Oh, trafiek. Trafiek. Hoe oud is die gast?
Gewoon in Mechelen geboren. Blanke moeder, blauwe ogen, blond haar. Maar toch, hoe oud is die gast? Why? Dus van jongs af aan heb je eigenlijk... Dat is eigenlijk... Allee, dat is niet misschien geen... Allee, streng racisme, maar dat is ook een soort van racisme. Van, allee, ze beoordelen je omdat je donker bent. Dat is geen soort. Dat is gewoon de, dat is gewoon de waarheid. En, ja. En daar hebben veel mensen... Problemen mee. Ik denk, ik minder, want ik heb een blanke mama. Dus. Maar sommige mensen, dat doet pijn. En dat is normaal. En dat vind ik, maar ik vind dat niet kunnen. Waarom? Omdat je misschien iets groter bent. Oké, okay, we zijn anders. We hebben misschien sterkere benen, bigger ass of wat dan ook. En misschien een sneller. Maar dat wil niet zeggen van, ah, hoe oud is die gast? Terwijl als er iemand anders, een blanke, ook iets groter is, dat is normaal. Ja, we zijn toch over die topic bezig zijn. Wat vind je wat er allemaal gebeurd is? Black Lives Matter. Shit is wrong. I mean... ja, het is verkeerd, maar ik denk dat de mensen moeten opstaan. Wij kunnen doen wat we willen op de straten, of wij kunnen doen wat we willen op social media. Maar als de grote mensen in elk land uithangborden niet gaan acten, dan gaat er nooit iets veranderen. Want zij zijn de mensen die in business gaan met de blanke mensen. En alles is gewoon alleen maar business. Love for the game is bijna dead, als ik het zo mag zeggen. Dus zolang dat onze sterke mensen gaan doen als het oké is, of misschien één keer eens posten op Instagram of wat dan ook, en dat zit, dan gaat er weinig, denk ik, veranderen. Dus ik denk dat het is aan de powerful people to stand up. En dan kunnen wij hun volgen. Nu, het kan perceptie zijn, maar het lijkt wel alsof er nu de kreet om dingen te veranderen veel luider is als de jaren voordien. Zou er niet nu zaken kunnen veranderen? In het algemeen gewoon. Mm-hmm. Ja, dat gaat, maar is het niet te laat? Dat is een vraag. Ja en nee. Als ik denk aan de generaties die na ons komen, dan hoop ik wel dat we de zaken kunnen veranderen of zo. Ik hoop het ook, maar als ik nu kijk, die kreet van ons heeft 2 weken geduurd en nu is alles bijna bij zo'n spreken gaan liggen. Nu denk ik in mijn eigen van, was het waard om winkels kapot te slagen of zelfs onze eigen mensen hun winkels kapot te maken? En dan nu zie je dat het gewoon bijna bij zo'n spreken stil is. Ja, er is nog wel af en toe nog hier en daar. Af en toe. Maar ja, was het dan waard om 2 weken gewoon even... Ik vind dat een soort van... heb ik een hype. Allee, zoals je zegt, 2 weken zijn ze hard aan het gaan en daarna is het weer stil. Dat is weer een soort van hype. En zolang dat dit bezig is, dus die hype, iedereen jump op. Ja, blackout, hoe ze gaan allemaal doen. Dinsdag. Woensdag vergeet iedereen. Zolang dat bestaat, denk ik dat racisme, al die shit gewoon gaan blijven doorgaan. En ook het feit dat jij zegt van de leiders, politieke leiders moeten opstaan. Maar ze gaan, allee, ik weet dat niet voor 100%, maar ze gaan in business met mensen, zoals jij zegt. Ja, niet alleen politiek, ook gewoon in de zangwereld, in de voetbalwereld, ja, NBA-wereld. Maar ik denk dat ze ook small zijn, compared to de politieke leiders. Denk... Maar als jij zegt, als LeBron zegt vandaag, ik ga een jersey aan doen met Black Lives Matter, oké, dat is goed, maar Trump, dat boeit hem niet. Nee, daarom zeg ik, van die mensen moeten financieel of wat dan ook een statement maken, want that's always all about. Ik denk, ik persoonlijk, in de naam gaan we verder, maar ik denk als er mensen zoals een Bill Gates en zo, als zo'n mensen beginnen te zeggen van yo, this shit is wrong, ik denk dan, dat ze dan pas misschien hun ogen gaan beginnen op te doen, want dat zijn powerful people. Maar van wat ik heb gehoord, zijn ze ook mee in die business, dus I don't know. But we love, so let's just thank God for this. Maar dus ja, je bent van Lees naar KV Mechelen gegaan. Je hebt die klein stukje meegemaakt van racisme, maar je bent toch uiteindelijk naar KV Mechelen gegaan. Wisten ze er nog van of waren ze dat vergeten? Ja, dat was ik al vergeten, denk ik. Zij ook, dus denk als je als 8-jarige jongen van leven leest, 3 keer scoort tegen het KV Mechelen, dan word je sneller opgemerkt. Dus, ja. KV Mechelen. En wat was jij wanneer jij bent? 8 jaar. 8 jaar. Ja. En hoe lang heb jij bij KV Mechelen gespeeld, voordat je daar ging uiteindelijk? Ik heb 2 jaar bij Mechelen gespeeld, of 3 jaar. Toen ben ik weggestuurd wegens te slecht. Maar toen in die periode had ik een ziekte, ik had een klierkoors. Of ja, mijn schildklier had ik iets. Hmm. En
toen ben ik ziek gevallen en toen kon ik het ook gewoon niet meer aan. Ik was zwaar vermagerd. Ik heb dat van mijn mama geërfd. En toen kon ik het gewoon niet meer aan. En toen is ik gewoon weggestuurd van, je bent niet goed genoeg, je moet vertrekken. Ciao. Dan ben ik naar Racemechel gegaan. Toen is mijn ziekte een beetje begonnen zich te regelen, alles in orde. En twee jaar later was er aan mijn deur van, moet je terugkomen. Jij wordt weggestuurd. Waar loopt er allemaal in je hoofd op het moment zelf? Ben ik echt slecht of wat is er? Allee. Ik was toen 12 jaar of 11 jaar. Dat zijn beslissingen die ik wist nog van, laten we zeggen, van niks. En ik ben zeker dat dat mij is geholpen, want ik heb een stap teruggezet. Soms in het leven moet je een stap terugzetten om daarna 2, 3, 4, 5 vooruit te zitten. En dat was toen, ik was toen 11 jaar. En toen heb ik het plezier teruggevonden. Mensen die mij geloofden. En toen is alles snel gegaan. Racing Mechelen, terug Mechelen. Mm-hmm. En dan de Big Dogs. Nou, Genk, ja. 2003? 2003 of 2004, ja. 2003 en 2004 profcontract getekend. 2005, denk ik. We moeten met de mensen van internet spreken, want ze hadden 2004 gezegd. Ja, dat zou kunnen. Ja. Misschien ben ik fout. Ik ben niet met die dingen. Ik moet mee spreken. Ik heb niet de shit. Man. Fuck me. Nee, maar 2004 profcontract getekend. Als ik me niet vergis, ben je dan 17. Yep. 17. Eerste profcontract. Hoe was dat? En niet bij zomaar een ploeg, ook niet. Nee, hoe was dat? Wacht. Dat was mooi. Natuurlijk. Dat is heel mooi. Ik denk als jongen van. Ten eerste, ik had daar nooit mogen zijn of van gedroomd dat ik daarbij ging zou zijn op dat moment. Mijn speler lag alleen op tv, zag vroeger. En dan als 17-jarige toch je contract tekenen en meetrainen met die jongens van. Ja. En wie speelde met je 2004? Destijds bij Genk? Steven De Voer. De Voer, ja. En David Huber is nu bij Leuven. Ja. Of Huber, dus je kon niet. Maar ja. De Voer is de big dog. Ja, De Voer was toen de. Ik was nummer 2, De Voer was de big man. Maar uiteindelijk, je hebt die profcontract getekend. Je hebt 2 jaar bij Genk gespeeld in die momenten, maar niet zoveel gespeeld. Nee, ik heb. Ook na mijn eerste jaar heb ik mijn kruiband gescheurd in een oefenmatch. Dus het eerste jaar, op het einde was alles goed. Alles ging goed, soms mocht ik invallen. En daarna, het tweede jaar was normaal. Het jaar was dat ik misschien kon doorduwen. En toen heb ik mijn kruiband gescheurd op een oefenmatch. Dus eigenlijk uw eerste periode bij Genk, blessure hebben het eigenlijk verpest. Ja, het eerste jaar ben ik een paar keer ingevallen, Europees ingevallen. In de competitie ook 1 of 2 keer ingevallen. En dan, het nieuwe seizoen, heb ik mijn kruiband. Europees ingevallen? Mm-hmm. Europa League of Champions League? Europa League. Europa League, oké. Okay. Dat is op 17-jarige leeftijd. Ja. Dat was mijn eerste match, toen ik ging. Wow. Tegen? I'm sorry, my man. nee. Metallurg. Oké, dat is zo van die ploeg. Bro, dat is een big accomplishment op 17-jarige leeftijd. Sowieso. Jij komt op het veld, Europa League, eerste wedstrijd voor Genk is een Europa League wedstrijd. Mm-hmm. Zenuwachtig? Tuurlijk. Ik ken die gevoel niet, bro. Ik kijk naar je met van, bro, dat is some shit. Kriebels in de buik, ook weten van mama, zus, je broer, kijk allemaal mee, dus sowieso. Dat is heel dope, bro. Something else, ja zeker. En uiteindelijk. Tweede jaar daarna ben jij verhuurd geweest. Ja, naar klopt. RKC. Dat was na mijn knieblessure. Ja. Na die knieblessure. Mm-hmm. Eerst en vooral, ik wil eens weten, wat is eigenlijk het proces om verhuurd te worden? Allee, hoe werkt dat allemaal? Zoals bij mij, ik was toen terug uit blessure. En normaal voor zo'n blessure heb je tijd nodig om terug te komen, snap je? Dus ik was klaar, ik was opnieuw klaar. Maar zeiden van, luister, je kunt beter worden verhuurd, want daar is het zeker speel. En het komt niveau komen en dan gaat je je beter voelen. Mm-hmm. Jonge gast, een matchritme opdoen, veel spelen, misschien goals maken en het smaak te pakken krijgen. Uiteindelijk heb je ook goals gemaakt, hè? Werken ze. Een paar jaar. Ja, ik heb het gezien. Allee, ook een goede gemiddelde. Hè? Ja, ik heb 27 wedstrijden gespeeld, dacht ik. Ja, klopt. Ik denk 10 of 11, denk ik. Ja, maar ik had ook een moeilijke start. De eerste, denk ik, 7 matchen gewoon geen goal gemaakt. Als je zo verhuurd wordt, heb je dan zelf ook inspraak in. Waar dat je terechtkomt? Je kunt altijd nee zeggen. Sowieso. Je kunt gewoon zeggen van, hey, dat staat me niet aan.
Maar als 19-jarige jongen kun je moeilijk niet zeggen van nee, ik kan niet naar RKC. RKC die waren toen uit de Eredivisie naar de tweede klasse gezakt. Dus dat is een ploeg die aan de top ging meespelen. En ik ben een spits, dus ik wil aanvalvoetbal spelen. Dus voor mij was dat gewoon op dat moment het juiste te doen. Je hebt eigenlijk mijn volgende antwoord, allez, mijn volgende vraag al beantwoord. Het feit van, speelden ze in de Eredivisie of de Jupiler? Jupiler League, ja. Jupiler. Dat noemt Jupiler. Pro-League, Jupiler. Nee, dat is niet. België. Maar dat noemt ook daar Jupiler iets. Maar hoe heb je dat ervaren? En wat is het verschil tussen tweede klasse Nederland en eerste klasse België bijvoorbeeld? Daar is alles open. In tweede klasse. Daar is gewoon een boulevard. Het is niet omdat je daar 20 keer scoort bij dan spreken dat je in België het gaat maken. Er zijn veel spelers daar geweest die daar top waren. Mm-hmm. En dan kom je hier in België en denk je van, where is coming from? Dus het is een heel ander niveau, maar toch is een kweekgever van heel goede spelers. Er zijn zoveel goede spelers. Daar. Echt waar, heel goede spelers. RKC was ook vroeger een ploeg die in de Eredivisie Vollenbeek speelde. Ja, er waren een paar grote namen toen bij mij in de ploeg die bij Ajax hebben gespeeld, die bij grote ploegen hebben gespeeld. Dus, ja. Sorry, zoals wie? Martin Reuser, Ajax gespeeld. Patrick van Diemen, Anderlecht gespeeld. Anderlecht. Robert Fuchs, Obodai, Fred Benson. Obodai. Dus dat waren spelers die toch... Benson. Dat is niet de Benson die nu speelt, hè? Nee, hij heeft ook toch gespeeld voor grote namen, dus. Oké. Dat was toch wel, Uiteindelijk zijn jullie tweede geëindigd? Tweede geëindigd, ja. Tweede verloren tegen Den Haag in de finale. Om naar de Eredivisie te gaan? Ja. Uiteindelijk, RKC wou u houden? Ja. Genk was niet show. Genk was niet show, omdat toen werd Ronnie van Neu de trainer. En hij was degene die altijd in mij heeft geloofd. En hij zei van, he's staying. Dus jij bent ook eigenlijk terug naar Genk gaan met een missie eigenlijk, om te slagen deze keer? Sowieso. Zeker omdat ik wist dat die trainer in mij geloofde. Ik was bij hem bij de belofte. En ik weet dat hij altijd in mij geloofd heeft. Dus, ja. En wanneer jij terugkeert naar Genk, waarschijnlijk een van je beste momenten in je voetbalcarrière. Jij komt terug... Ik denk 2009, seizoen 8-9. Jij komt terug met een missie en jij hebt eigenlijk een deel van je missie kunnen volbrengen. In de finale. De finale, maar dat is een mooi verhaal, want ik was einde contract. En een week daarvoor had ik te horen gekregen, want je contract wordt niet verlengd. Want ik had in dat jaar veel blessures gekregen en had ik niet gebracht wat ze van mij verwachten. En... It's all love. Voor mij is dat geen probleem. En toen werd Ronnie van Neul ontslagen, een paar weken voor de bekerfinale. En toen nam Pierre Denier over. Maar toen had Genk al Hein van Halsbroek aangesteld voor het jaar daarna. En ik heb gehoord dat hij heeft gezegd van, luister, geef Marvin de kans in de finale. Zit hij daar. Ik weet niet waar, maar dat heb ik gewoon in de wandelgang gehoord. Maar ik moest eigenlijk al weg het jaar daarna. Het was al zeker, ik kreeg geen nieuw contract. En dan de finale komt en... God is great. En ik heb die finale niet gezien, dus geweldig. Kan iemand mij uitleggen wat er toen gebeurd is? En voor de mensen die luisteren... Moet ik dat uitleggen of you got this? You got this. Tell us. Uitleggen? Nee, maar dat is... Door u heeft Genk eigenlijk die beker gewonnen. Hè? Tegen KV Mechelen. Tegen KV Mechelen. Wat er is gebeurd? Ik mocht starten. Terwijl ik eigenlijk weg moest, maar toch mocht ik starten. Dus dat was al, in mijn hart was al... Als ik on ben, ben ik on. En ik weet van, als ik op iets gefocust ben, niemand kan afpakken van mij. En toen, ik startte. Na een kwartier, ik ga alleen door en iemand trekt mij neer, ik val op de grond, een rode kaart. Dus waar mijn man meer. 10 minuten later, ik krijg een steekbal van Barda. En ik maak het af, 0-1. Dus de jongen die weg moest, brengt Genk op voorsprong. De match gaat door. En dan in minuut, denk ik, 73, schiet iemand aan de goal en de keeper lost. En daar ben ik weer op de juiste plaats en ik maak 0-2. Dus een shirt had gedaan en gedaan van salut. It's me. Betekende dat iets meer omdat dat tegen Mechelen was? Sowieso, want voor de match spraken al veel mensen. Ik heb nog veel vrienden die Mechelen mij aan over Marvin, finale, bla bla bla, niet scoren. Maar toen, dat jaar had ik maar 3 keer gescoord en ik had weinig gespeeld, en dus ik had weinig echt zelfvertrouwen.
Maar ik ben iemand, op de grote momenten zal ik er wel staan. Maar toen wist ik dat nog niet. Maar dat was de eerste keer dat ik stond op een groot moment. En twee keer gescoord en de beker mee naar huis gepakt. En een dag later ging ze aan de telefoon van een nieuw contract. Nieuw contract. Dus ja. Nieuw contract. Maar uiteindelijk, je bent ook nog kampioen geworden met Genk. Ja, dat was iets later. Ja. Iets later, ja. Uiteindelijk. Ja. Dus beker gaan winnen en nog kampioen gaan. Mm-hmm. Kampioen heb jij toen met Jelle Vossen gespeeld en de Bruyne? Jelle Vossen, de Bruyne, de Courtois. Wauw, allemaal. Dat is jullie generatie. Mm-hmm. Volgende vraag. Waarom verlaat je Genk? Waarom? Welke jongen gaat niet dromen als een Spaanse Primera División club komt aankloppen? Trouwens, je hebt dat gezegd, precies Spaans. Zeg dat niet? Primera División. Primera División. Oh, de weken daarvoor was er sprake van Newcastle, van Fulham. Mijn manager was afgekomen met bepaalde dingen van Fulham en Newcastle van papier. Maar dat is nooit echt heel concreet geworden door bepaalde zaken, want we waren ook toen met Genk aan het spelen in de Champions League voorronde. En toen het verkouden werd van niemand mag vertrekken, dus is iedereen gebleven. En toen, de laatste dagen, kreeg ik een telefoon van de manager van Mallorca, wilt u? Ja of nee? En je hebt uiteindelijk ja gezegd. Ik heb heel snel ja gezegd. Maar wat mensen niet weten, je transferpapieren waren te laat ingediend. En dat is het begin geweest van, van de enfer. Want hoe werkt zoiets? Was dat een deadline of zo? Normaal moet alle papier in orde zijn voor 12 uur 's nachts. En die van mij waren pas binnengegaan om 7 à 12, als ik het goed heb gehoord. Ja. Dus, als ik me niet vergis, die dienen die papieren in, dat is te laat. Met andere woorden, de contract is al geaccepteerd, dus je mag eigenlijk niet meer voor Genk spelen? Is dat... Nee, dan wordt je ding gewoon geannuleerd. Dus mentaal, je weet van, als je in België speelt, ik praat nu financieel een bepaald bedrag, maar als je naar Spanje gaat, je weet van, je gaat maal x verdienen, snap je? Dus mentaal was dat het zwaarste van denken van, oeh. Maar it's part of life. Life. Die korte periode, heb je dan gespeeld? Of? Ja, maar toen terug naar Genk gegaan, een beetje problemen gehad met... geen probleem gehad, maar... Mentaal was je gewoon... Mentaal was, ja. Maar in september heb ik toch toen getekend voor Mallorca en ik zou toen vertrekken in januari. Maar dan is het probleem van dat denk ik, als je dan slecht een match speelt, denk je mensen van die wil er niet meer zijn of wat is dat nu, hoe komt dat nu? Daarna moet dan mee te spelen in mijn hoofd, en dan word je dan moe. Dat weegt op je schouders, snap je? Ja. Ik heb wel nog Champions League gespeeld met Genk toen, in die 2-3 maanden nog. Tegen Chelsea, Valencia en Leverkusen. Dat is de Champions League periode wanneer jullie alle thuiswedstrijden gelijk hebben gespeeld. Ja. Ik heb tegen Valencia meegespeeld. En tegen Chelsea was ik er niet meer. En in Leverkusen heb ik meegespeeld. En daarna zei ze van het is beter dat je vertrekt, want je bent er niet meer met je hoofd of wat het ook was. Verandert dan ook iets qua sfeer in de kleedkamer als je weet van ja, die speler die ga je vertrekken, die wil hier misschien niet meer zijn? In de kleedkamer niet, want iedereen gunt. Iedereen gunt, iedereen. Maar bovenaf denk ze van als je minder speelt, denk ze van hij is er niet meer bij met zijn hoofd, terwijl hij is menselijk. Als je weet dat je binnen 3 maanden naar Mallorca vertrekt, je wil niet geblesseerd raken, maar toch, Genk zal altijd mijn club blijven. Ik zal altijd mijn Genk houden, die hebben me alles gegeven. Ik heb daar alles gewonnen, ik ben daar international geworden, ik heb daar alles meegemaakt. Dus dat was het jammer dat sommige mensen dat het jaar daarvoor zeggen van ah, Marvin, top, top, top. En dan is het met een transfer dat je gaan denken van oh nee, hij is niet meer, terwijl dat is niet waar. Oké, ik was toen niet jong. Als mensen komen na te denken en... Maar nee, in de kleedkamer was geen, denk ik, geen probleem. Mallorca uiteindelijk wel naartoe geweest, januari. Nog steeds met diezelfde mentale issue van ja, kijk, mijn transfer is niet gelopen, hoe ik het wou. Want allez, als ik kijk bij Mallorca, heb je ook niet zoveel eigenlijk gespeeld. Komt het door blessuren of was het gewoon... Ik ben daar gegaan in november al. Maar ik mocht pas spelen vanaf januari. Dus ik heb 2 maanden daar geweest zonder te spelen. Ik was dan de duurste transfer ooit uit Mallorca geschiedenis, 3 miljoen euro. 2 maanden niet gespeeld. En dan denken ze van, oef, die gast moet show zijn, anders gaan ze afmaken. 3 miljoen, dat is een dure investering voor die ploeg. Zwaar salaris, bla bla bla. Als wat erbij komt, dat is een extra druk op de schouders. Dus het moeilijkste was gewoon dat ik had 2 maanden niet gespeeld. En dan ook nog, er was een nieuwe trainer gekomen. Ik was onder Laudrup getekend.
is vertrokken en toen is een andere trainer gekomen, dus andere speelstijl, andere dingen. Dus alles door elkaar was meant to be, so it's life. Je hebt de naam gezegd, Laudrup. Brian, de Deen, die OG van vroeger, hij heeft u gecoacht. Hoe was het met hem samenwerken? Want deze stukje wist ik niet van naam. Nee, hij heeft mij gekocht. Hij heeft u gekocht. Maar toen ik daarmee ging, was hij niet meer. Oké. Heb je ooit met hem al een gesprek gehad? Van waarom heb je me nooit? Nee. Wow. Damn. Was dat gemakkelijk als je naar Spanje ging? Want jij spreekt nu vlot Spaans. Was dat van in het begin ook zo? Nee, ik had getekend in september. En dan heb ik mij gewoon thuis zo'n cd'tje gekocht met Spaans gekocht. En dat gewoon aangeleerd. Gewoon thuis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En gewoon dagen. Want ik weet, Spanjaarden, die zijn trots. Ook al kunnen die Engels, die gaan nooit meer Engels praten. Nooit. Ze zeggen van, je moet in Spanje, praat Spaans. Dus toen ik daar kwam, zei iedereen van, hallo Spanjol? Claro que sí. Ook was dat moeilijk, maar toch gewoon, ik had zelfvertrouwen. Ik wist van, ik had goed geoefend thuis. En dat heeft me toen geholpen. Tot de dag van vandaag praat ik nog genoeg Spaans. Uiteindelijk Mallorca, La Liga. Dat is een andere soort competitie. Andere soort. De eerste match, ik weet nog, we speelden beker. En ze waren daar verloren in Sociedad met, denk met 3-1 of zoiets. Ze moesten thuis winnen met veel. We hebben die mannen slaag gegeven, denk 6-1. Die mannen speelden toen met Griezmann, Carlos Vela. Veel speler van, dat denk ik van, oef. En jullie hebben hun 6-1 gegeven? 6-1 thuis in de bekerfinale. En toen was alles nog top, want van ah, gisteren ook gespeeld, bla bla bla. En dan een paar dagen later kwam Real Madrid, Mourinho. Dat is de eerste keer dat ik. Ja. Ik ben nooit echt door iemand geschokt, wauw. Maar ik was toen op de bank, omdat ik had pas gespeeld. En bij mij speelde toen een speler die vroeger bij Portugal speelde, nationale ploeg. Nunes. Hij is een imposante kerel, groot, kaal, centraal verdediger. En Mourinho heeft gewoon een tour gemaakt van zijn bank naar onze bank. En ik zat naast hem om een goeie dag te zeggen. Ik zat daar zo. Goh, Mourinho, alle kranten daarachter, alle dingen daarachter. En gewoon die charisma, dat is, toen dacht ik van, oh, I'm here. Ja, zonder dat te zeggen trouwens. Mm-hmm. Real Madrid, dat betekent dat je tegen Ramos hebt gespeeld. Pepe. Toen was het nog gekke Pepe. Pepe is dan een tijdje was die rustig geworden. Maar toen in die periode was dat gekke Pepe. Dus ik kwam van België, verdedigers zijn dan sommige harde. Maar Pepe is zot. Pepe is ander level. Dat was toen gekke Pepe. Kale Pepe nog. En Ramos met zijn lang haar nog toen. Dus die twee samen was. Dit is wat, 2012? 2012, ja. Dus dat is bij Benzema, Ronaldo ook. Ronaldo 50 goal gemaakt dat jaar. Ik 50 doelpunten gemaakt in een jaar. Callejon, Di Maria, Xabi Alonso, Higuain. Arbeloa, want ik denk een foto. Arbeloa, ja. Noem drie namen op je foto. Ramos, Pepe en Xabi Alonso. Oké, okay, ja, Arbeloa. Nee, maar die speelt toen linksbak, die Arbeloa. Ik kom er maar Marcelo op de bank. Maar, ja, Marcelo was nog op de bank, die denk ik. Dus. En tegen wie heb je nog gespeeld? Real? Sociedad? Sociedad heb ik gespeeld, Espanyol heb ik gespeeld, Valencia heb ik gespeeld, Malaga, maar Malaga was toen nog. Isco. Top Malaga, Isco, De Michelis. Ja, die keeper die nu speelt bij dingen bij. Oh, Black? Nee. Nee, die kale. Denk hij bij Chelsea's. Die is nu ouder. Jawel. Hij heeft ook bij City gespeeld, denk ik. Ja. Shit. Fuck. Hij was daar toen. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, dat zijn. Ja, eindjaar. Eindjaar, maar. Van Nistelrooy, ja, Van Nistelrooy. Dat is waar. Die waren heel warm. Die zijn uitgeschakeld geweest in Champions. Toen waren Isco was toen heel warm. Dus ja, die hadden toen een ploeg dacht van. En die. Zelfs de spits, Rondon. Die speelde toen ook. En die had ook iemand die met links strapte. Zo'n Braziliaan. Ja. Gekke speler. Maar, je hebt tegen Anderlecht gespeeld die jaar. En ik zei dat op Champions. Dat Malaga was heel warm. Dat was toen dat jaar. Ik heb tegen hun gespeeld. Ja. Als jij. Heb je goede herinneringen aan Mallorca zelf? Want uiteindelijk ben je verhuurd, hebben ze je verhuurd naar drie verschillende ploegen. Ben jij niet aan je eigen beginnen te twijfelen? Zeker wel. Alsof ik net tegen u, ik zei toen mijn broer van. Mensen komen
mee eten, wanneer het eten warm is op tafel. Dan komt iedereen eens mee eten van, ah, eten is klaar. Daarna heb ik een beetje minder jaren gehad. Maar toen kwamen de mensen niet meer eten. Toen kwam ik op tafel, is het eten klaar? Ah, nog niet? Oké, okay. Ik zie je later. En dan komt het eten niet meer. En die komen ook niet meer terug. Dus dat is het beste wat ik heb meegemaakt. Uit die periode. Dat er toen in Genk was alles goed. Mallorca was iets minder, maar ik was toen Genk nationale ploeg. Toen heb ik gezien wat mijn echte vrienden waren en what life is all about. Dus, Stali, was hij er nog? Stali zal altijd zijn. Little bro. Dude. Voor de mensen die dat niet weten, Stali, dat is Stallone Limbombe. Shout-out naar u. Stallone Limbombe. Maar zijn broer ook, Anthony. Anthony heb ik onder, bij Genk heb ik onder mij gehad. Hij is heel anders dan Stali. Het zijn twee verschillende karakter, werelden, precies. Maar twee jongens met gouden hart. En Stali ken ik ook van toen hij klein was. Zijn hele familie ken ik persoonlijk. En Anthony heb ik gewoon onder mij gehad toen bij Genk, toen hij nog heel jong was. En, dus, Stallone heeft ook bij Genk even gespeeld. Ja, ja. Good peeps. Oké. Okay. Mallorca, eerste ploeg dat zou je verhuren naar was vandaag? Standaard. Mm. Positief, negatief? Wat vond jij er zelf van met Standaard? Ja, is een moeilijk verhaal. Dat ik later zeker ga vertellen. Ik kan nu niet alles zeggen, maar als ik later mijn boek schrijf, ga ik zeker een paar mooie passages inzetten. Ken ik? Kan Talks with Charlie de eerste zijn die die boek gaat krijgen? Zeker en vast. Ah, cool. Dat is gewoon aangezien. Amen. Oké, Standaard. Beerschot. Dat is het laatste jaar dat je eerste klas hebt gespeeld. Ja, klopt. Je hebt dat meegemaakt. Ja, klopt. Heb jij... Weet je, hoe voelt dat voor een ploeg zoals Beerschot bijvoorbeeld, die gaat zakken op? Je hebt dat meegemaakt. Mm. Allee, want je woont dan ook in Antwerpen dan even? Nee, ik woon gewoon in Mechelen. Oh, jij ging. Ik woon in Mechelen. Toen zelfs nog in Limburg, Hasselt woon ik toen nog, denk ik. Toen jij bij Beerschot speelde? Ja, ik had hem in Limburg. Dus elke keer kwam jij gewoon... Ja, samen met Stijn Stijnen. Stijn Stijnen ken ik, ja. En ik weet niet dat toen ook Wim de Dekker nog daar woonde of niet, maar ik denk dat we met twee of drie samen reden naar... Villen? Nooit? Vollenbeck villen. Oké. Dus te laat, soms? Nooit te laat. Nooit te laat. Oh, je bent de correcte mama. Heeft u goed opgevoed? Nee, maar ik reed niet altijd. Oké. Okay. Als ik met drie... Zoals mij was misschien, als ik oud te laat, maar bij mij was ik nooit te laat. Oké. Vind jij ook... want jij zegt, als jij met mensen zoals u... Vind jij dat uw kring... Je moet het juiste team hebben, ook in de voetbalwereld. Mm. Om het te halen, of... Zeker en vast. En daar heb ik te laat... ontdekt of te laat geweten. Zoals nu, ik kan een paar namen noemen. Je hebt Faris Oudidja, je hebt Stallone, je hebt Faris Haroun, Orlando Engelaar, Sidi Haroun als onkel van Faris, Erik Matuku. Die mensen zijn er nog altijd. Zijn er geweest toen het goed was, maar ook toen het slecht was. Je hebt ook mensen zoals Romulo, met hem kunt je praten, Kevin, Thibaut, die mensen zijn naar mij toen nooit veranderd. En die zullen me ook wel helpen wanneer het moet. Dus dat is goed. Maar in de voetbalwereld moet je de juiste mensen echt rond u hebben die geen bang hebben om te zeggen van je bent slecht bezig. Ja. En dat bedoel ik met mensen die komen mee eten van als het goed is. Die zijn daar voor het feesten en voor wat dan ook. Maar als het slecht gaat, die gaan niet zeggen van stop nu met dat. Die proberen blijven verder te eten tot er niks meer is. En dan mensen zoals ik zeg, Faris, al die soorten mensen die weten wanneer op het af te kloppen. Welke raad zou je dan aan iemand geven die op en komend is? Hoe moet hij dan zijn team kiezen? Hoe weet hij dat hij de juiste mensen rondom hem heeft, bijvoorbeeld? Energy doesn't lie. But you can fake energy, though. Real people know this one. It's fake. Yeah. Maar als je op een jonge leeftijd bent, heb je minder door omdat je leeft op een wolk. Je denkt van alles is mooi, alles, de zon schijnt elke dag. Tot die wolken komen en dat je van, oef, wat is dat? En dan kijk je rond u, zie je pieps niet meer. En dan denk je van, oef, waar zijn er nu? Dus je moet dat meemaken. Maar dat wil niet zeggen van dat je dat moet accepteren. Maar je hebt ook gezegd van, wanneer ze zien, ze komen aan tafel, eten is klaar, dan blijven ze wel. Like, bracht je echt het eten voor hun? Van, allee, je zou keren hem? Op sommige manieren wel. Want als je voetballer bent, ga je graag uit. Je hebt mooie auto's. Al wat erbij komt.
Maar daarna, als dat wegvalt voor die anderen waar zij van kunnen profiteren, ja, dan zie je niet meer. Daarom dat ik wou dat ik de mensen die ik nu rond me heb, dat ik die vroeger had toen ik zo oud was, dat had ik misschien nog verder geraakt. Waar ik ben geraakt, dat kan niemand mij ooit afpakken. Ja, ik moest daar ten eerste nooit zijn. En ik had ook nooit verwacht dat ik op dat niveau kon geraken. Maar toen ik er was, had ik andere mensen misschien rond mij nodig gehad die mij... Ja, die mij... Opliften. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Beerschot, daarna OHL Leuven. Mm-hmm. Uiteindelijk, want wacht, bij Leuven ben jij terug gerenigd met... Ronde van Geneugde. En daarna, de samenwerking is ook stopgezet geweest. Mm-hmm. Terug naar Mallorca moeten keren. Mm-hmm. Mallorca, nu wou ze je contract niet verlengen of heb jij zelf besloten? Van... Nee, mijn contract was voor hun te zwaar, zeiden ze. Financieel was het te zwaar. En toen, maar toen zijn er pas echt dingen boven het water gekomen, dat dacht ik van, oh, this is wrong. Want toen ben ik naar Noorwegen gegaan en ik was klaar. Stormgodset. Ja. En daar ben ik terug. Ging een leven omdat ik toen heb ontdekt wat er heel al die jaren of al die weken daarvoor maanden gaande was. Want ik stond op het punt te tekenen bij Storm Godset. En toen in die periode heb ik mijn makelaar gebeld. En ik van, luister, ik kan naar Noorwegen gaan, alsjeblieft. Regel dat ik wegga. Ik zeg, ik moet geen geld meer. Ik kan nog anderhalf jaar contract. Goeie contract. Ik zeg, ik moet geen geld meer krijgen. Ik wil gewoon weg. Ik ben twee jaar in de shit geweest. Ik wil terug voetballen. Ik ben nog jong, ik heb nog tijd om daarna terug geld te maken of wat dan ook. Laat me gewoon weggaan. En van oké, ik regel dat wel, ik ben goed met de directeur. En hij, die deur was heel close. Ja, ik zal wel regelen voor u. Dus ik had niks gevraagd, geen enkele euro gevraagd. Dus normaal was dat geen enkel probleem. Ik wacht, s'avonds op, ik krijg telefoon. Ja, Marvin, uw transfer gaat niet door. Ik zeg, hè? Dat kan alleen gebeuren als je als speler geld mee vraagt. En de club wil u niks meegeven. Maar ik zeg tegen die persoon, van, ik wil niks hebben. Laat me gewoon, let me be free. I don't want the shit anymore. Laat me gewoon gaan. Nee. Niet doorgaan. Ik zeg, kies pas. Hoe kan zoiets? Geen probleem. Daarna, maar toen was Mallorca veel problemen boven. President, Engelsen, Duitsen, die moest weggaan, die ging overpakken. Ik zei oké. Maar ik had toen al opgevangen dat mijn makelaar had via toch geld gevraagd van mij. Terwijl ik niet moest krijgen. Dus die wou in zijn zak steken. Maar hij zei dat hij er niet was en ik kan hem geloven. Dat die andere persoon dat heeft gedaan, blijkbaar zou hij gedaan hebben. Daarna kreeg ik de telefoon van de voorzitter van Mallorca van, kun je naar Spanje komen? Ik zeg, geen probleem. Dus ik ga naar Spanje. Hotel, en daarna moest ik in bureau gaan. Ik ga in het bureau, dat is de eerste keer in mijn leven. Ik zie allemaal big bosses. Allemaal van die presidents, like... money guys. Dat is de eerste keer als je denkt over Florida Perez en van dat. That's the people. Ik ga binnen, maar ik had daarvoor ook een paar interviews gegeven in Spaans. Dus die gast wist dat ik genoeg Spaans kon om met hun te kunnen discussiëren. En die voorzitter begint te praten. Van, ja, maar in Spaans. Maar ik had alles begrepen. En toen was er een tegenstander, dat is een Duitser. Hij sprak in het Engels. Hij zei van, praat Spaans. Hij kan Spaans praten. Hij heeft heel de week lang de intro's gegeven over in Spaans. Nu moet hij ook Spaans kunnen praten. Ik zei, oké. Ik praat in Spaans. Blablabla. En toen zei hij Duitser van, Marvin, is dat waar dat je... Nee, ik zei van, ik heb 0 euro gevraagd. Ik heb niks gevraagd. Ik heb nog een zwaar... Als ik wil, kan ik jullie allemaal riepen. Dan kan ik gewoon hier blijven in Mallorca aan het strand blijven liggen en mijn geld gewoon tellen. Ik wou niet. Ik wil gewoon terug gaan voetballen. Ik wil gewoon terug plezier hebben in voetbal, want nu ben ik niet gelukkig. En ik zeg van, oké. Hij zegt van, wacht even. Hij gaat in zijn zakken, in zijn mallet, blablabla. Hij had een brief boven. Hij zegt van, dus van dit weet je helemaal niks. Ik kijk die brief van de makelaar, blablabla. De speler Marvin Ongjimi vraagt 200.000 euro voor zijn contract te verbreken. Ik zeg, hè? Zeg, wie heeft dat gevraagd? Ik zeg, ik kan jullie nu zeggen dat ik dat nooit heb gevraagd. En blijkbaar, als die president hoe met die persoon het project te regelen, zouden zij zeker met elkaar afspraken gemaakt
Maar omdat in Mallorca moesten er 7 personen instemmen met de afhandeling van contracten. En de ander zegt van nee. Dus als iedereen ja had gezegd, was dat geld gewoon is dat naar hem geweest. Doordat ik daar niks van wist. En dat was... Zo ben je eigenlijk weggegaan uiteindelijk. Weggegaan, hè. Daarna zeg ik van luister. Het was toen in februari. Ik kan naar Noorwegen gaan, maar ik kan pas gaan vanaf juni. Kan ik pas terug spelen en ook een geld verdienen. Nu moet ik iets krijgen, want anders ik heb een kindje, ik kan moeilijk... Toen we onderhandeld en toen hebben we een akkoord gevonden. Akkoord, ja. Wow. So you've been through some shit. Ja, en er zijn nog van best aan daar nog ergere dingen, waar alleen mijn close mensen weten, mijn familie dat weten, dat me echt heeft kapot gemaakt, waar ik tot de dag van, weet ik veel wanneer, nog door struggle, mentaal en zo. Dat is part of the business. Mensen denken van, als het goed gaat, dan is het mooi, maar je hebt ook veel donkere momenten. En ik steek ook veel in mijn... Ik kijk ook naar mezelf, ik heb ook veel fouten gemaakt, sowieso. Want zonder fouten zou ik niet zijn wie ik nu ben. Maar toch, ik heb toch veel afgezien. Al die business is sowieso niet het leukste deel van een voetbalcarrière, denk ik. Is er zo'n moment geweest dat je misschien geen zin meer had om te voetballen? Oh, no doubt. Sowieso. Zelfs meerdere keren. Maar nogmaals, dan heb ik mijn zoontje gehad. Die gewoon dat hij gewoon naar mij kijkt. Van, dan zie ik dat hij naar mij opkijkt. En dan blijft gewoon doorgaan. Ook al is mentaal dicht bij de grond. Dan heb ik mijn broer gehad, mijn zus, die me altijd hebben geholpen. Mama heeft me geholpen. Dan ook papa terug na een periode. Dus mijn familie heeft me altijd wel erbovenop geholpen. En ook mijn close friends. Maar soms dacht je van, I want to be out. Zeker toen ik 26 was, toen was ik was er gewoon bijna klaar mee. Maar toen heb ik met bepaalde mensen gebroken en heb ik het plezier teruggevonden in Noorwegen teruggevonden. Sowieso. Noorwegen, dat is ook gewoon een andere voetbalcultuur. Ja. Het is ineens kouder, denk ik. Dat had ik nodig. Weg van iedereen. Weg van alles en iedereen. Want hier in België, het probleem is... Het lijkt precies dat mensen blij zijn als wij falen in het buitenland. Ja, en waarom heb jij die gevoel? Omdat ik heb ook vrienden die dan in het buitenland zijn geweest. En dan heb ik door een of andere probleem of weet ik veel wat, het misschien niet gemaakt. En dan kom je terug naar België en dan zeg je, bla bla bla, heeft gefaald. Die is gefaald. Maar waarom? Waarom zijn we daar zo trots over? In sommige landen is dat niet zo. Een voorbeeld, Jesus Navas. Ja, nee. Sevilla? Ja, van Sevilla. Bij City. Die was daar niet zo top als bij Sevilla. Mm-hmm. Omdat die jongen had heimwee. Die jongen wilde niet spelen. Maar hij is terug naar Spanje gegaan. Die is geen enkele keer afgemaakt geweest. Geen enkele keer. Maar in België is dat blijkbaar. Ja. Ik weet niet, dat is... Die zijn precies leuk als wij falen in het buitenland. Sommigen dan. Maar weet je, is dat niet misschien omdat ze... maar nu bijvoorbeeld zijn jullie... Belgisch voetbal, dat wordt ook erkend. Je hebt een De Bruyne, je hebt een dit, dat. En de fans zijn dat niet gewoon om die spelers te hebben bijvoorbeeld. En dan ook een Jimmy die top is bijvoorbeeld. Die zijn dat niet gewoon... Want vroeger, laten we eerlijk zijn, vroeger de voetbalgeneraties die sterk waren, Brazilië, Frankrijk, Spanje... Dat zijn ploegen die elke dag WK, EK's, je ziet hun constant. En dan komt België uit het niks. Uit het niks is ook te veel gezegd. But ja, doen ja ding. En de fans dan. Oh ja, Marvin is top. We gaan de finale winnen, we gaan dit winnen. Dus die creëren hun eigen verwachtingen. Want ze hebben dat misschien nooit gehad. Dat is wat ik denk. Ik weet niet of dat zo is. Maar waarom moeten die blij zijn als mensen... De blijheid... Daar ben ik niet mee. Dat moet niet. Maar ik denk dat ze wel zo verwachten. Ik heb vrienden. Odidja speelt in Engeland, Norwich. Door bepaalde redenen is dat niet... Ook ging normaal Everton. En dan is dat minder gegaan. Door bepaalde redenen. En dan komt hij terug naar België. Eerst zeggen van, kan hij het nog? Maar tuurlijk kan die jongen dat nog. Dat is wel zo'n fietsrijder. Tuurlijk kan die jongen dat nog. Die jongen is top. Die jongen zou eigenlijk nu gewoon... nog zijn ding doen bij nationale ploeg. Topper. Faris Haroun. Hij was in Engeland in Championship. Middlesbrough. Topclub. Topclub. Alle matchen gespeeld.
daarna door bepaalde dingen naar Blackpool gegaan, minder gedraaid, oké. Okay. En toen kwam je naar terug naar België komen voor een ploeg te vinden. Moeilijk. Moeilijk. Waarom? Het is toch niet omdat die jongen 6 maanden minder heeft gespeeld dat hij niet meer kan voetballen. Geef je het vertrouwen en kijk wat die jongen nu brengt. Hij speelt bij Antwerpen. Antwerpen. Ja, kapitein, hij is kapitein. De motor van de ploeg. Zonder hem... En Jim Elsie ook. Shout-out. Shout-out, maar. Ja. Zonder Faris. En dat weet iedereen. Nee. Waarom krijgen jongens als hun niet respect, die erkenning dat hij zou moeten krijgen? En de andere mensen wel krijgen. Santi Cazorla is iemand die nu juist in mijn hoofd kwam. Hij is van Arsenal of zoiets terug naar Spanje gegaan. Maar hij was ziek. Hij was ziek, hè? Maar om te zeggen van, kijk, hij was ziek, zoals je zegt, maar Villarreal heeft hem opgepakt. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. En, ik kan dat niet uitleggen. Misschien jij beter dan mij, maar ik denk gewoon dat ze creëren bepaalde verwachtingen voor bepaalde mensen, alleen bepaalde spelers. Maar, waarom? Het beste voorbeeld is Romelu Lukaku. Die jongens scoort vanaf zijn 17, elk jaar tussen 15 en 30 doelpunten. Hoe in godsnaam gaan mensen over hem oordelen? En iedereen mag van mij zijn eigen dingen zeggen. Maar mensen die nooit op dat niveau hebben gespeeld. Kunnen niks zeggen, nee. Iedereen kan een mindere match spelen. Hij doet misschien 1 slechte controle. His first touch. Is een slechte ballenname. Maar van wie komen die dan? Die commentaars? Heb jij het over fans of mensen? Nee, gewoon over, dat is gewoon de perceptie in België over Romelu. Die jongens kosten van 17 tot nu 15 tot 15 doelpunten per jaar. Hoe kunnen wij als mensen zeggen van, die jongen die kan. Wat vraag je mee van een spits? Geef hem over vertrouwen. Die jongens elke match weer opnieuw. Scoort. En daarom is het ook iets moeilijker met de pers. Maar geef die jongen gewoon wat hij verdient. Na de match tegen Kroatië scoorde hij 2 keer voor het EK of 2K. Toen zei iedereen van, daar volgens van, ik weet niet. Nee, die jongen scoort gewoon elk. Wij in België zouden blij zijn dat we zo'n speler hebben. Ja, klopt. Niemand gaat nooit inhalen van doelpunten. Niemand. 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 Kan ik nu zeggen. Die gaat blijven scoren en blijven scoren en blijven scoren. Jong, dat is waar, klopt. En blijven scoren. En ik gun hem dat ook. En toch durven mensen zeggen van, kijk nu weer in Italië. Mensen zeggen van, in Italië, die heeft de ruimte nodig. Hij heeft er weer bijna 20 gescoord. Hij heeft er 20 gescoord. Bij ons spreken. Give the guy his respect. Nou, maar nogmaals, allez. Wat je daar zegt klopt. Hè. Ten eerste, wie ben ik? Ik kom hem dat ten eerste beoordelen. Like, nee, niet. Hè, maar... Nee, ik bedoel, als de mens. Jij kunt, wij staan niet op het veld met hem. En nogmaals, bro, dat is Lukaku. Jij bent eerste spits van de ploeg. Dat is sowieso veel druk op je schouders. Ik ook als fan bijvoorbeeld, ik ga niet liegen. Barcelona-Inter. Lukaku scoort. Inter gaat door. En ik word boos bijvoorbeeld. Van, allee, Lukaku. Maar dat is als een fan. Maar ik ga hem nooit afmaken. Waarom niet? Want ten eerste, Lukaku voor mij, dat is een Congolees. Dat is my country, fellow countryman. En ik ben eigenlijk trots op hem. Want als jij goed kijkt, los van dat hij voor de nationale ploeg speelt, Lukaku is misschien de bekendste Congolese speler. If you really look at it. Sowieso. Maar het maakt niet uit, Congolees of Nigeriaan. Nee, ik heb het niet over mijn eigen. Niet over niemand anders. Mm-hmm. Over mijn eigen. I'm like, yo, hij representeert my people. Mm-hmm. En zo zijn er veel. Je hebt Botakas, je hebt dat. Maar Lukaku is de man. En als fan van Lukaku, als hij naast de goal trapt, ga ik wel boos worden. But trust me, I respect that man. Hustle, I respect that man. Grant, he's somebody. Like, dat zou eigenlijk, als ik met mijn zoon spreek, zou ik eigenlijk tegen mijn zoon moeten zeggen van, bro, listen, Lukaku. Kijk naar zijn grind. Benteke, Divock Origi. Marvin, Ongen, Jimmy, kijk naar hun grind on some real shit. Like, jullie werken ervoor. Het maakt niet dat hij in terminale speelt, maar jullie werken ervoor. En Lukaku is een fellow countryman. En voor mij dat is iemand om naar uit te kijken. Sowieso, maar wordt jammer genoeg te weinig gerespecteerd in deze. Lukaku, pull up. Sowieso. Go ahead, het is heel spijtig, maar de man zal zijn respect pas krijgen als hij stopt met voetballen, vrees ik. Ja. Maar die hele generatie die heeft de lat hoger gelegd dan ze ooit gelegen heeft, denk ik. Ja. Je hebt zelf ook voor de nationale ploeg gespeeld. Mm-hmm. Wanneer zijn die voor het eerst komen aankloppen? En hoe? Ja, wat betekende dat op dat moment voor u? Heel mooie vraag. Ik had in 2010 contact gekregen met Nigeria.
die wou dat ik met hun meeging naar, naar het WK in Zuid-Afrika. Dat is toen niet doorgegaan, door bepaalde redenen. En een paar maanden daarna kreeg ik de telefoon van Mark Wilmots. Ik zeg van, hè? Ik zeg, waar heb je het mij? Ik zeg, ik had daar echt nooit aan gedacht. En hij zei van, luister, heb je keuze gemaakt voor België of voor Nigeria? Ik zeg, hoezo? Hij zei van, ja, want als je voor België wordt opgeroepen, gaat je dan komen? Ik zeg, tuurlijk. Ik heb aan het droom van, ik heb België, nationale ploeg. Ik zeg, hoezo? Ja, 2 weken later, preselectie, Marvin Ogunjimi. Ik zeg, oké, nice. Een week later, selectie, Marvin Ogunjimi. Ik zeg, oké, let's go. Een week later een goal? Toen, eerste match tegen... in ieder geval tegen Kazachstan, voor Romelu. 2 keer gescoord. Ja. 2 keer gescoord. Eerste goal voor de Rode Duivels. Ja. Maar jij scoort, wat doet jij? Naar wie zit jij gegaan? Of wat ging er allemaal in je hoofd? Ik weet nog, gewoon arm opengelopen naar de bank, denk ik. Ik ben gewoon naar huis gelopen, denk ik, naar Pocognoli of ik weet niet naar wie. Gewoon arm open en je weet niet wat je denkt. Toen was het veld met Axel, Fellaini, Jelle van Damme, Eden was er toen ook bij, ja. Dries Mertens, toen was zijn eerste keer opgeroepen samen met mij. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk de bloei van de generatie dan. Hè? Mm-hmm. Want jij noemt namen zoals Eden, De Bruyne nog niet, denk ik. De Bruyne was er, jawel, daarna. Een beetje daarna was er ook bij. Ja. Maar, dus jij hebt eigenlijk je eerste. Je bent voor De Bruyne opgeroepen eigenlijk. Als ik het goed herinner, denk ik misschien samen of hij misschien voor mij. Ik ben niet zeker, maar. Maar de prestatie in Genk is eigenlijk de reden waarom jij werd opgeroepen. Ja, sowieso. Maar onze ploeg toen in Genk was ook gewoon top met De Bruyne, Courtois. En als je een trainer hebt als Frank Verkouter, die veel werk in mij heeft gestoken en waar ik hem voor eeuwig dankbaar zal zijn. Dan is alles heel, heel snel gegaan. Want hij heeft van mij een andere speler gemaakt dan ik dacht dat ik was. Ik dacht dat ik een jongen was, targetman, bal bijhouden. Maar hij heeft van mij een loper gemaakt, in de ruimte slim lopen. En dat is mijn carrière geweest. Zo'n speler dat ik ben. Ja. Na Mallorca, na je huurperiode bij. Trouwens, voordat ik verder ga. Het feit dat jij bij Beerschot, Standaar en Leuven hebt moeten spelen op huurperiodes. Jij kwam ook, jij speelde ook tegen Genk bijvoorbeeld. Wat dacht jij van, jij bent wel kampioen geworden met Genk. Nu speelt jij met Beerschot tegen Genk, nu speelde jij met, ik weet niet, met die andere twee ploegen tegen Genk. Maar is dat niet van, waar ben ik terechtgekomen? Met? Nee, maar toen ook. Toen was mijn bal met supporters misschien iets minder, omdat ik was eerst naar Standaar gegaan. En Standaar en Genk zijn een beetje rivaal van elkaar, dus die ben niet echt geapprecieerd. En dat is ook normaal, snap je. Dus altijd een beetje een rare dingen. Maar altijd als ik nu terug ga naar Genk, it feels like home. So. You heard that. Feels like home. Je bent naar Azië vertrokken, naar Mallorca. South Korea first. Yeah. Cultuurschok. Ik heb ergens... Maar man, Tim zei... Stel jij die vraag eens. Over die trainer. Ja. Ja, nee, op dat moment denk ik... En je hebt dan een aantal landen in Europa gedaan. En ik vermoed dat de voetbalcultuur in Europa min of meer te vergelijken is. Maar in Azië zal dat denk ik nog helemaal anders geweest zijn. Dus hoe zijn die eerste momenten daar? Top. En was je ooit al in Azië geweest? Ik was nog nooit in Azië geweest. Ik had toen met België wel gespeeld tegen Kazachstan. Dus dat is tussen Azië en whatever. Maar echt geweest nog niet. Dus toen ik die vraag kreeg, telefoon kreeg van luister, wil je naar Zuid-Korea komen? Ik heb eerst nee gezegd. Ik zeg van nee, Zuid-Korea, dacht aan Noord-Korea, dacht aan gekke dingen. Ik zeg nee, niet voor mij. Maar ik had toen een knieblessure. Want net toen ik in Noorwegen terug on fire was, ben ik opnieuw mijn kruisband gescheurd. En in die periode wou ze mij hebben. Ik zeg van luister, maar ik ben geblesseerd. Ik zeg van geen probleem, wij kopen je zo, we gaan je klaarmaken, bla bla bla. Ik zeg, hoezo? Dat is moeilijk, want als je 2 keer je kruisband scheurt, dan komt het normaal niet terug. En toen heb je opnieuw teruggebeld van, alsjeblieft, kom naar ons, we gaan nu klaar krijgen. Dit is het bedrag. Ik zei van, oké. Heb ik gesproken met mijn club. Mijn club wou me niet laten gaan.
heb ik misschien problemen moeten maken van weg te geraken. Hebben ze mij laten gaan. En ben ik daar gaan met schrik. Maar al vanaf toen ik in het vliegtuig stapte, dacht ik van, oeh, die vliegtuigen van Korean Air zijn al op een ander level van, oef, nice. En toen ik daar landde en toen ging ik naar het hotel, ik kijk rond mij, ik was precies in L.A. Ik zeg van, huh? Grote gebouwen, mooie auto's, respect, goed eten, hotel top. Zuid-Korea? Ik zeg, oké. Had je toen ook de maanden vooraf de taal proberen leren? Of? Dat was een heel ander verhaal. De taal was, heb ik tot de dag van vandaag, ik ken een paar woorden, maar voor de rest, nee, taal niet. Sorry, Johnny. Nee, ik wil dat je die vraag stelt over de trainer. Ja, daar komen we nog aan, maar het zijn niet meteen landen die wij associëren met grote voetbalnaties. Maar voetbal wordt daar wel echt intens beleefd, toch? Sowieso, de voetbal wordt daar echt heel intens. Ook gedaan door de spelers. Hoe die mensen, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n mensen zien werken. Op training, naast training, slaap, dan daar. Ik ging laat slapen. Ik dacht van, morgen trainen wij om 11 uur. Ik kan laat slapen. Zij ging slapen om 9 uur, bam, licht uit, snurken. Ik was daar, tv aan het kijken, NBA aan het kijken, rustig tot s'nachts, morgen trainen, rustig. Maar die mensen discipline, nog nooit meegemaakt. Ik las ook in een interview dat de cultuur daar helemaal anders is. Ik las ook iets aan een bepaalde interactie met een coach of zo. Je kunt daar niet op een normale manier met de trainer spreken. Als je de coach... Ik kan nu tussen die deur daar en hier, ik kan nu 5 keer passeren. Ik moet 5 keer mijn hoofd naar beneden doen. Ik mag niet in je ogen kijken. Dat is gewoon het respect dat je moet hebben voor de coach. Als je praat, je mag niet in de ogen. Je moet gewoon naar beneden kijken. Respect voor de coach. En wat gebeurt er? Moet je dat wel doen? Hoe bedoel je? Je kijkt in zijn ogen. Ah, maar dat doe je niet, geloof me. Gewoon uit respect voor... Want die mensen respecteren u zo hard. Dus ook hun cultuur moet ook respecteren. Dus kijk gewoon nooit in de coach in de ogen of wat dan ook. Maar er is dan iemand die u vooraf wel brieft van hoe dat het daar aan toe gaat. Ja, sowieso. We hebben ook gewoon een mens die Engels praat. Local handler of zo, ja. Ja, voilà, tolk. En hij zei alles van, luister, zo, dit en dit en dit. Dan had ik geen probleem. Dus wij wisten dat. Maar ik dan altijd opnieuw zag, ook die Koreaanse speler van, naar beneden. Ook al mag ik u in 20 tijd 10 keer tegenkomen, 10 keer moet ik dat doen. Dat is teken van respect. Dat was een cultuurschok. Ja. Shit. Dat is... Ja, maar... Allez, ja, ik vertel dat eens nu hier. Want daar respect al is niet in de ogen kijken. En, ja, andere dingen. Zoals als je daar eet... Als je hier met je mond open eet... Het is onbeleefd. Daar. Hoe meer je met je mond open eet... Hoe lekkerder het eten is. Hoe meer respect je toont voor de persoon die het eten heeft gemaakt... Daar is het tegenovergestelde precies. Dus ik was in een trein en ik was met mijn ploeg en er was iemand aan het eten. Hij was echt aan het overdrijven. Dus hoe luider is het geluid maken, hoe lekkerder. Doe dat hier eens. Wow, onbeledigde manier. Succes. Dat is precies het tegenovergestelde. Mm-hmm. Precies. Uiteindelijk, dat is South Korea. Maar Zuid-Korea heeft mij wel echt heel veel geholpen als de persoon die ik ben. Mm-hmm. Want daar helpen ze echt veel mensen. Daar helpt echt heel veel mensen. En daarna ben ik ook mijn eigen pieps. Jongens als Stallone of Anthony of wat dan ook. Ik heb begin inzien van, oké, Marvin, it's time to talk with him. Als er iets mis zou zijn of dat die weten van, luister, ik ben, als ik een big bro of wat dan ook, met mij kunt praten. Of als ik kon helpen met mijn ploeg te praten voor hun, ik zou praten voor iemand met mijn ploeg. Zoals ik heb... 3 jaar terug of 2 jaar terug, was een speler waar ik me speelde in NVV. Ik wist dat ze bij Mechelen iemand zochten als keeper. En ik heb zijn naam daar doorgegeven. Zo zou ik normaal vroeger nooit hebben gedaan. Namelijk, ik kan zeggen in Zuid-Korea, van mensen helpen elkaar echt heel veel. Je moet niet alles voor jezelf houden. Als je iemand anders kunt laten groot worden, doe dat. Help gewoon mensen. Waarom zou je alles voor je eigen moeten houden? Als je ze kunt delen met de wereld, God is great. God will reward you. After. En die speler is toen naar KV Mechelen gegaan. Ik heb dat gelezen in de krant.
Maar ik had het ook tegen hem gezegd van ik heb je daar, dankzij mij zet je daar. Ik vroeg niet voor wat dan ook, voor een beloning, wat we gaan spelen. Maar gewoon, dan voel je van dat je iets goed hebt gedaan. Maar toch krijg je die respect niet terug van dat. En dank u ook niet? En dank u, snelle dank. Van, nou, thanks man, I appreciate it. But... En die speler speelt nu in een grotere competitie. En toch vind ik dat gewoon, ik vind dat je elkaar moet kunnen helpen. Er zijn te weinig spelers met een groot hart. Of die elkaar willen helpen. Er zijn veel mensen die alleen denken aan hunzelf en denken aan hun eigen carrière. Er zijn er te weinig met een groot hart. Er zijn er een paar. Obi Urari is zo iemand, hij heeft een. Zijn hart is. Trouwens, hij wordt op linkerover ook. Je ziet. Zo van die types zou er meer moeten zijn. Dejon is ook. Hij is een toptalent. Toptalent. Hij is in Watford geweest. Door bepaalde dingen is het niet gegaan. Hij komt terug naar België, was de titel. Gefaald. De jongen is 20 jaar. Hoe kun je schrijven dat die jongen faalt? Oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Ja, hoe kun je. De jongen is 20 jaar. Die blessures gehad, zijn lichaam moet winnen aan voetbal. Hij is een beest, hij is een tank. Dat is normaal dat je het moeilijk hebt. Het is niet omdat je het ergens moeilijker hebt dat je faalt. Dus die jongen komt terug naar België en schrijft op: gefaald, blessure gevoelig. Nee, geef de jongen. De jongen is geen 30, de jongen is 20 jaar. Vorig jaar, toen hij scoorde zijn eerste match, zei hij van hij is de nieuwe man, hij is de nieuwe Lukaku. En dan, een jaar later, omdat hij toevallig in Engeland het moeilijk heeft, en terugkomt naar België om zijn carrière terug te herlanceren. Nee, gevalt. Waarom kun je niet zeggen van hij komt terug naar België om zijn carrière terug te herlanceren? Nee, ze schrijven liever, hij is gevalt in Engeland. Nee. Maar terwijl dat ze dat, wat jij nu zegt, klopt, want ik herinner me nog Bravo, die ene die bij Real Madrid speelde vroeger of zo. Hij bij mij gespeeld. Hij is naar België. Bij GBA. Ja. Wel, Raoul. Maar Raoul, we er stond niks van. Er stond het speel van Real Madrid kwam bij Beerschot. Ja. Terwijl hij gisteren keihard was. Ja. Maar zoals je zegt, Obi Lulari is teruggekomen en dat was falen. Ja, en die jongen die heeft zo'n groot hart. En ik heb nog laatst met mijn broers van luister. Ik hoop dat je dit jaar echt 10+ op moet maken. Bij Standaard. Dat je iedereen gewoon hun mond snoert. Want hij heeft alles voor een topper te worden. Niet luisteren naar wat ze schrijven. Ik heb zelf meegemaakt. Mensen hebben altijd van als ik slechte dingen deed, Marvin Nguyen, Jimmy, bla bla bla. Maar ik had mensen, een trainer die mij geloofde, al geluk, maar gewoon niet geloven of niet kijken wat ze schrijven en doe je ding. Want de mensen zijn snel om af te breken. Dus, het is wat het is. Uiteindelijk South Korea. South Korea, Vietnam, Thailand, Albanië, denk ik. Ja. Yep. Er zijn nog meer, maar Kazachstan ben ik vergeten. Er waren nog meer, maar uiteindelijk heb je wel... veel zullen dat zien als van, hij is overal getransfereerd. Maar nee, je hebt eigenlijk ook gewoon bijna de hele wereld gezien. Op dat moment wou ik gewoon ook de wereld zien. Op dat moment was ik klaar met voetbal. Ik dacht van... Fuck it. Sorry, ik zeg fuck it. It's time to go. Wat zijn dan zo misschien een aantal van de beste herinneringen die je op die speciale wereldreis hebt... Het beste? De beste was in Kazachstan. Ik moest toen... Ze hadden mij toen weg. En ik zat daarom met de voorzitter voor mijn contact te verbreken. En ze wouden dat ik een bepaald bedrag accepteerde. Maar ik wou dat niet. En toen zei de voorzitter tegen mij van, luister, je bent hier in Kazachstan. Als je wilt, als ik wil, kan ik je op de trein zetten om 's morgens om aan de andere kant van Kazachstan. Je weet, Kazachstan is groot. Is niet België. Is good luck. Om daar te gaan trainen, in de bergen, en dan dat niemand u meer terugvindt. Met andere woorden, I'm gonna kill you. Ofwel, tegen het papier nu hier vandaag. Ik heb toen bijna gehuild van, ik zeg, waar ben ik? Ik ben hier alleen. Ja, ik moet alles proberen zelf te ontmoeten. Inderdaad, jij bent alleen, maar dat is eigenlijk illegaal. I know, but ik weet het, dat is illegaal, maar alleen, dat is voor de volgende. De mensen die gaan opkomen, die deze ook gaan meemaken, kun je dat niet aanvechten, zoiets? Good luck with that. Die hebben hun eigen regels. Mensen denken zo over Albanië ook. Maar Albanië heb ik alleen maar respect gekregen. Op het einde vertrok ik ook, maar ik heb alleen maar respect gekregen. Mensen zeggen van, Albanese zijn heel respectvol. Dat land is een heel mooi land. Het is meer landen als Kazachstan. Daar hebben ze ook respect, maar als ze u niet meer moeten, als je problemen hebt, toen is het de eerste keer dat ik echt schrik heb gehad in mijn leven. Dacht ik van, als ik dit nu niet doe, dan ben ik misschien morgen
in de berg aan het trainen en... Nobody fuck. Mm-hmm. En dat weet niemand. Dus. Talks with Charlie. Talks with Charlie, man. Daarom. Wauw. En inderdaad, dat zijn dingen die wij nooit zullen weten. Wij denken alleen, oh, jij heeft nu gescoord. Of, oh nee, hij is in een dikke wagen. But you going to some shit. Dat is een threat. Je wordt bedreigd eigenlijk. Als je deze contract niet tekent. Met een bedrag erbij toch? Ja, voor een contract af te kopen dat je zou vertrekken. Die bedrag ben jij zelf niet mee akkoord. Niet mee akkoord, maar door ze dat zeggen... Moet jij tekenen. Denk, ook al denk ik vandaag geblufft. Je bent er alleen in land, ver weg. Shit. Ja, dus ik heb gewoon getekend, snel. Inderdaad. Ik zou dat ook doen. Allee, ja, Vietnam. In New York niet, maar Vietnam in Kazakhstan. Vietnam was ook als perfect. Kazakhstan was... Ik bedoel, als in een van die landen, Albanië, als ik zoiets moest krijgen, in Arabistan. Uiteindelijk, je hebt de wereld gezien. Je hebt ook, zoals je MBV, dat is Maastricht. Dat is, ik tel dat niet mee als Azië, zoals die andere landen. Je bent teruggekomen naar België. Je bent terechtgekomen amateur league. Lierse Kempenzone. Ja, maar... En nogmaals, ik ben nooit in uw positie, dus ik kan ook niet weten hoe de voetbalwereld is. En I'm here just to know your story. Maar je hebt al dit meegemaakt. Uiteindelijk, je gaat ook naar Azië en je komt nu naar België. Bij Lierse Kempenzone. Dat is trouwens dat Lierse van vroeger? Lierse Kempenzone? Mixed up, ja. Oké. Okay. Jij komt daar terecht. What's going on? What's going in your head? Simpel. Dat is een trainer die mij heel graag wil hebben. Urbain Spanhoven. Shout-out. Shout-out, Urbain Spanhoven. Hij is echt iemand die mij geloofde. Een van de enige nog, want toen ik terugkwam, wat was het toen, de dinges? Ogunjimi, na 87 landen, terug in België, daar gefaald. Kan hij nog voetballen? Is hij het niet verleerd? Maar hij heeft gewoon in mij geloofd sinds day one. Hij heeft me klaargemaakt, ik ben daar gekomen in november. En ik kom pas spelen in januari. Maar die andere man heeft mij zo laten trainen. Gewoon goed hoorde en op training me altijd vertrouwen geven. Totdat alles in orde was. De eerste match komt, ik scoor. De tweede match komt, ik scoor. Daarna was het minder. Niet minder, maar ik heb blessure, maar ik ben blijven spelen, maar ik scoor niet minder. Maar de ploeg draaide gewoon helemaal anders in. Met drie spelers kom in de winter en alles was veel beter. Dus dankzij hem was ik weer op de kaart. En toen was alles weer... Oh, hij kan het nog. Dan denk ik van, waarom zou ik het niet meer kunnen? Het is toch niet omdat je ergens speelt in Azië, gedurende 2 jaar, dat je niet meer kunt voetballen. Voetbal is alles... Is mentaal en vertrouwen. Zonder vertrouwen let je niks, zeker als spits zijnde. Dus ja, dat was de reden. Ook van mijn kinderen natuurlijk. Ik heb 2 kinderen. Dus, ja. Kinderen zijn van België? Ja, België. Maar ook een korte periode bij Lierse. Ja, blessure. Nu dat ik deze gesprekken heb, blessure heb je wel gefopt, hè? Ja, zeker. Maar ik heb 2 keer mijn kruiband gescheurd. 1 keer mijn oogkas gebroken. Mijn klierkoos was gekregen. Dus moeilijk, maar dat is niet de reden van mijn... Dat ik niet heb gehad wat ik eigenlijk kon halen. Dat is ook veel mijn eigen schuld. But still, I'm blessed. Wat ik heb gedaan, I'm thankful for, you know. Maar in Lierse, dat is iets wat ik ga zeggen, dat is eigenlijk hoe voetbal in elkaar zit. Dat mensen heel goed moeten onthouden dat voetbal zo in elkaar steekt. Dus voor de eerste match, en ik ga geen namen noemen, want ik heb geen haatgevoel, ik wil niemand daarmee kapot maken. Dus voor mijn eerste match in Dender was er iemand van onze delegatie. Kort bij hem was gestorven. En we zeiden voor iedere speler, oké, we gaan nu zorgen dat we voor hem vandaag blablabla. Bla, bla. Dus ik zeg tegen hem, luister, ik ga vandaag scoren. En als ik scoor, ik kom naar u. Ik scoor, ik kan naar hem. Hij van, oh, dank u, maar dat is voor u. Ik heb uw steun, sterkte, blablabla. Bla, bla. Maar de week daarna, diezelfde persoon, iemand in zijn familie, sterft. Maar nog closer dan de vorige. We doen alles. Maar dat was echt iemand close. Ik zou me ook slecht voelen.
Ik zeg ervan, luister, vandaag ga ik het weer doen. We staan 1-0 achter tegen Serrain. Daarna, ik krijg voorzet, ik kop de bal binnen. Ik loop naar hem, ik geef hem een dikke knuffel. Hij zegt tegen mij, dank u wel, dank u wel. Ik zeg van, uw vader, uw papa heeft dat gezien, echt waar, bla bla bla. Ik van, dank u, tot bijna aan het wenen. Laatste minuut, voorzet, we winnen 2-1. Iedereen feesten, het eerste wat ik doe, ik loop naar hem. Ik geef hem een dikke knuffel. Dat is hoe ik ben. Ik ben iemand, I care. Voetbal gaat voor, weken gaan voorbij, weken gaan voor mij. Daarna bij Lierse, ik moest vertrekken. En toen hadden we een match tegen Aalst voor de beker. En diezelfde persoon, ik moest invallen. Maar toen ik had een moeilijke voorbereiding, want er waren andere mensen komen en mensen wouden mij een beetje weg of tonen van dat zij de match dat niet ook een gym is, bla bla bla. No hard feelings. Toen zei ik, toen waren de supporters aan het zingen, van die trainer moet buiten, En toen zei ik tegen die persoon van, ik deel van zo'n lasken van, hoor ik niet wat te zingen, zoiets van, stop je van de kant of zoiets, of wat dan ook. En daarna heb ik gehoord dat hij naar boven is gegaan en hij is gaan zeggen van, Marvin was aan het lachen met de trainer toen de sport aan het zingen waren van, bla bla bla, die trainer moet buiten. Dezelfde persoon wanneer je scoorde dat je naar hem liep? Dezelfde persoon, ik ben naar hem gelopen toen zijn iemand gestorven naast de storm is. En daarna zijn familie 2 weken achter elkaar, ik ben naar hem gelopen, ik heb hem een knuffel gegeven. Dat is voor u, dat is voor u. Daarna knuffel geven, ik heb hem echt... Dus diezelfde persoon is gewoon daarna naar boven gaan en zeggen van, Marvin is gaan lachen. Ik heb niet gelachen. Ik zei van, hoor je dat nu te zeggen van, die moet buiten? Dus diezelfde persoon is mij gewoon ook gekloot. Maar was hij uw vriend ervoor? Maar hij is iemand in de delegatie. Hij is gewoon iemand hij is geen speler, hij is gewoon iemand die... Maar ook los, was hij... Allez, waren jullie goed ervoor? We waren goed. Maar, dus ik kom naar u gelopen als u closed person sterft en daarna nog iemand... Ja, ik ben zo iemand. Maar daarna hoor ik dat jij bent gaan zeggen van, ah, Marvin is gaan lachen toen ze spoor aan het zingen waard. En dat is de voetbalwereld. Het is heel snel voor een mes in de rug te steken. En dat is de reden waarom het eigenlijk is ook afgelopen bij Lierse. Een van de redenen. Nee, daarna heb ik van, toen daarna, ik ga binnen op de club, ineens kort bij de trainingsgroep. Ik zeg ja. Degene die verantwoordelijk is, die zegt van, coach, ik wil dat Marvin hier niet meer komt. Coach van, dat is goed, dat is goed. Terwijl die coach een week daarvoor en 2 weken daarvoor zegt van, ik ben echt tevreden. Van, ik was een beetje moeilijk begonnen door een beetje privéproblemen. Maar daarna was ik terug gewoon in de voorbereiding bezig. De voorbereiding gescoord. En de spelers waren echt met mij. Hij zegt van, Marvin, de ploeg is een rotte appel. Hij moet weg. Maar dat was omdat die ene persoon was gaan zeggen van, Marvin is gaan lachen met dat dingen. Dus dat was bij hem in de oren gekomen. Daarom moest ik weg. Ik zeg, hè? Ik zeg, ik ga naar binnen naar de kleedkamer. Ik zeg van, jongens, ik moet weg. Iedereen van, hè? Ik zeg, what's wrong? Ik zeg, ik ben blijkbaar een rot appel. Iedereen van, hè? En toen, dat is wat ik nooit ga vergeten, van, door al die spelers, toen ben ik naar buiten gegaan. En toen zag ik gewoon dat iedereen in mijn rug meekwam. Van support. Ze zijn kloppen bij de trainer, met die trainer van, Marvin moet blijven, dat kan niet, veel te belangrijk. Volgens die wat hij voor ons gedaan vorig jaar, toen is gekomen, bla 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 bla. Daarna, ik stond buiten te wachten. En toen zei die ene persoon, heel boos, die trok de deur open. En als je niet meer wil spelen, dan speel je gewoon volgend jaar met de belofte. Toen is iedereen buiten komen staan, en ik stond daar ook. En toen heb ik verbaal met die persoon gesproken. En toen zei van, ik ben een rood appel. Maar toen wist hij nog niet waarom hij dat zei over me. Maar dat is pas naderhand achterkomen dat was omdat die ene persoon die ik had gesteund, had gezegd van, Marvin, ga even daarmee gaan lachen. Terwijl dat helemaal niet waar was. Wanneer ben je dit te weten gekomen? Dat hij dat heeft gezegd? Een paar dagen later, 3-4 dagen later. En heb je die persoon nog zelf gezien? Ik heb hem nog gezien. Vorig jaar toen ik met Maas Mechelen tegen hun speelde. Oh. En toen heb ik gewoon met hem gesproken, maar toen dacht ik in mijn hoofd van, ik zei dat tegen mijn vrienden, ik had echt, ik dacht van, I'm bigger than this. Ik heb gewoon hand gegeven, gewoon met hem gesproken. Toen in mijn hoofd dacht ik van, snake. Later in mijn boek, komt gij zeker in voor. Shit. Dus voetbal is heel dat is mooi. Crazy world. Maar uiteindelijk na Lierse Maasmechelen. Mm-hmm.
Maas Mechelen. Ik heb ook iets gelezen. Hoe is je huidige situatie nu? Ah ja, nee, simpel. Ik heb nog 2 contract. Ik zou mogen vertrekken, maar onze trainer, ik heb hem gespeeld bij Beerschot Stijn Stijnen. Oh, dat is de trainer? Dat is trainer. Trainer, wow. Hij is alles daar. En met hem heb ik ook een goed contact. Dus we proberen samen een oplossing te zoeken. En momenteel moet ik niet gaan, want ben ik gewoon technisch werkloos. En dan moet zij niet doorbetalen. En, dat is, ja, en dus we nu is proberen samen aan te zoeken voor de toekomst. Omdat ik respecteer hem en ik weet dat hij mij een kans geeft. Door bepaalde redenen is het niet doorgegaan. Vorig jaar heb ik minder gespeeld dan weer geblesseerd gevallen met mijn knieën in januari. Dus zoeken we nu samen een oplossing. Want, ik heb nog 2 contract. Vindt Marvin dat hij terug gewoon... Ja, ik kan dat niet vragen, maar... Ik wou vragen, zie je je eigen nog in de eerste klasse, maar... Je bent nu een ploeg, dus ik weet niet. Nee, eerste klasse... Ik denk daarvoor zou ik te hard moeten werken. Ik weet niet dat ik dat nog kan opbrengen. Wat ik 1,5 jaar bij Liersen heb gedaan, ik heb iedereen gewoon terug getoond van, ik ben er nog. Want zoals ik zei vroeger, als ik ga kijken, ik ben in al mijn eerste match dat ik moest spelen, ik ben altijd gescoord. Dus als ik iets in mij had dat kriebelde, ik ging daar zijn met afspraak. En dat is mijn mentaal. Ik ben altijd mentaal heel sterk. Als ik wist dat ik er moest zijn, was ik er. Soms was ik off en dat was ook waarschijnlijk een mentale kwestie. Maar ik was er wel. Op de juiste momenten was ik er wel. En dat is mijn carrière zo'n beetje geweest. Maar als ik nu zou meekunnen in eerste, ik denk daar zelfs niet meer aan. Ik heb er geen... Mijn mama, mijn broer, van... ik zeg van, I'm done with it. Ik wil gewoon nu de laatste twee jaar plezier hebben. Want dat ben ik kwijtgespeeld onderweg. Omdat ik zoveel heb meegemaakt. Nu wil ik gewoon... Tuurlijk kan ik nog voetballen. Dat heb ik vorig jaar bij Liers getoond, toen dat Urban Spano er was. Dat ik kon voetballen. Dat ik nog altijd kan voetballen. Maar het ding is... Passie. Is weg, klein beetje. Nee, het is niet weg. Gewoon, je weet dat mensen gaan denken van, hij heeft een jaar niet gescoord, hij kan het niet meer. Maar dan wat doe je het weer dan? Allee, jij zegt, jij bent mentaal sterk nu. Mm-hmm. Maar wat jij nu doet, is eigenlijk... Jij maakt je zorgen wat de volgende mensen denken. Geen zorgen, maar ik weet hoe het is. But you can prove them wrong also, toch? En dat heb ik altijd gedaan. Altijd als ik terugkwam, heb ik altijd iedereen getoond van dat ik er nog persoonlijk ben. Mijn real mening, ik ja, heb geen bak voor mijn man, maar ik vind persoonlijk nu dat jij schiet jezelf tekort, bro. Persoonlijk, of maar wrong. En dat zegt mijn mama ook, mijn broer ook. Ze is ook van, jij kunt nog. En denk ik van, ja, oké, maar ik heb een jaar niet gescoord. En ook veel is mijn school daarin, maar ik weet, als ik die kans krijg, ik zou nog, zoals nog. Ik heb dat vorig jaar bij Liers, heb ik het getoond. Toen iets van, hij is klaar, ik kom terug, bam, bam. En mijn vrienden rond mij, die weten dat ook. Maar misschien is het gewoon, misschien brandt het gewoon minder. Ik wil het nog heel graag. Maar... Nogmaals, persoonlijk vind ik dat jij je tekort schiet, bro. Je zegt van, yo, ik heb dan zeggen dat jij geen zo wat is. Like. Maar uiteindelijk, jij weet, jij kent je leven beter dan iedereen. Maar ik zeg gewoon van wat ik nu juist heb gehoord, van het feit dat jij zegt, yo, die gewoon make, die gewoon series, die gewoon, bro, who gives a fuck what they say. En nu wil ik wil gewoon terug voetballen, voetbalplezier in eerste amateur of wat dan ook. Of, ik weet dat ik nog mee kan, als ik wil. Maar jij wilt niet. En gewoon being a father first. Ik heb 2 mooie kinderen. Facts. God bless them. So, voor mij is dat gewoon, dat moet nu allemaal kunnen samenvallen. Mijn kinderen hebben mij heel mijn carrière moeten missen. Dat is waar. Ik heb veel op kamers alleen geweest. Dus, en dat weten mensen ook niet van. Dat is ook iets dat je moet kunnen opvangen. En mijn zoontje heeft mij, die is nu 10 jaar, misschien 8 jaar, niet gezien. Of ja, niet gezien, niet vast met mij geweest. Dat? Snap je, dus 2 maanden wel dan een maand niet, omdat ik daar was. Snap je, dus nu wil ik gewoon voetbalplezier kunnen combineren met papa's en van mijn 2 kindjes, snap je? En wat ze van mij denken. Dat kan mij niet schelen, maar toch, ik weet wat ze denken. Maar toch, en ik weet ook, als ik die kans krijg, ik heb nu dit jaar bij Patro in eerste amateur niet gescoord. Ik weet als ik volgend jaar in eerste amateur een ploeg heb, dat ik 10 keer kan scoren. Ondanks het feit dat ik nu dit jaar niet heb gescoord, omdat ik bepaalde dingen heb, waren niet goed. Maar ik weet als ik volgend jaar de juiste coach, de juiste ploeg heb, believe me, I'll do shit. Als je bijvoorbeeld bij Maasmechelen speelt,
kan een eerste klasse ploeg u komen halen? Ja, sowieso. Okay. Ja, ik weet, is dat dan met transfer of gewoon? Ja, dat weet ik niet. Zover ben ik niet, maar ik denk wel. Oké. Tallen. Denk je al na over het leven na je voetbalcarrière? Zeker en vast. Daar heb ik ook net met je broer over gesproken. Ik ben al bezig met mijn toekomst, sowieso. Dat is belangrijk. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik denk dat één ding is, als je ziet, in België zijn er zoveel goede voetballers. Je hebt jongens zoals ons, je hebt Emilia Penza, die is nu jeugdtrainer bij Antwerpen. Antwerpen, ja, klopt. En dan van jongens zoals van onze cultuur, zie je weinig mensen in clubs werken. Ja, klopt. En die functie, daarna wil ik naartoe gaan. Met mijn palmarès, met wat ik al heb meegemaakt en de contacten, ik weet dat ik elke club in België zou kunnen helpen met wat dan ook. Dus daarmee ga ik me nu meer en meer op focussen, omdat ik naar het einde van mijn carrière aan het gaan ben. En ik ben mensen aan het aanspreken, dat ga ik ook blijven doen, want binnen 1 jaar, 2 jaar is voor mij gedaan. En dat wil ik iets hebben. En ik weet dat ik daar dat ik goed in ben. Ik heb eergisteren of vorige week gesproken met een trainer van mij, bij Godset, David Nielsen. Hij is ook half bloed, zoals mij. En hij zei, Marvin, prepare yourself. Be ready. Niet opgeven. En zoals ik zei, wij hebben te veel pride. Wij gaan naar iemand bellen, einde van de carrière, ik kom nu aan. Ik ga naar iemand bellen van, luister, einde van de carrière, ben je gedaan. Ik ben nadenken van, misschien kan ik die functie bij jullie doen, of dat en dat. Die gaan zeggen van, wij bellen nu terug. Maar als die ons niet terugbellen, wij gaan ook niet meer. Wij denken van, hoe komt het hier mij niet terugbelt? Terwijl dat sommige anderen, die onze cultuur niet hebben, de blanke mensen, die gaan blijven pushen. Die gaan blijven pushen, blijven pushen, blijven pushen, blijven pushen, tot ze die job beet hebben. En dan als ze die beet hebben, maar wij, als we 1 keer bellen en 2 keer bellen en die bellen niet terug, onze pride is taking over. Klopt. We give up. Why give up? Dat is waar. Dus ik ga nu van mij. Ik moet. Ook gewoon omdat ik heb in te veel landen gespeeld, ik heb te veel contacten, ik heb te veel gezien. En ik weet dat ik mensen ga kunnen helpen in clubs, wat dan ook. En daarvoor ga ik, dat is aan mezelf, om mijn eigen nu in die positie zetten. Als ik bel en ze bellen niet terug, don't care, next week, I'll call you back. Dan niet, I'll call you back. Want ik weet dat ze mij kennen. Ik weet waar ik ken. Ik ben international geweest, ik heb veel gedaan voor in België. Dus dat is een ding dat ik wil doen. Ik wil gewoon in de voetbal bezig blijven. En daarmee ben ik nu al bezig. Maar je moet je contacten kennen en op tijd beginnen. Als het te laat begint, kan er maar eentje worden en die plaats is weg. Dus ik ben er nu al mee bezig, sowieso. Dus we zullen zien. Maar ik kan zeker ik kan blijven pushen tot ik iets moois bezig heb. Want ik weet wat ik kan en ik geloof in mijn eigen kwaliteiten. En dan moeten we meer doen. We moeten niet zeggen van, we give up because they don't call us back. No. Call them back. If you don't pick up after the first time. We don't give up. We don't give up because they don't think that we in our school. Wij geven ook niet op als ze denken dat ik al een jaar niet heb gescoord. Dat zou ook naar uw eigen moeten zijn, Marvin. Maar dat was mijn ding gedurende jaren. Zo ben ik teruggekomen naar België, naar Lier. En ik heb dat gedaan. Na mijn kruipenblessure in Korea, ik kom het eerste match terug, ik scoor. Dat is altijd geweest. Als ik terugkwam, heb ik het altijd gedaan. Het is alleen nu. Maar dan, die passie heb jij niet meer dan. Ja, ik heb die nog wel. Die is nog altijd in mij, maar die juiste persoon gaat die terug in mij naar boven brengen. Okay, zo. Zoals bij Spano heeft bij mij gedaan in Lierse. Heeft die passie. Toen was ik ook al bijna klaar. Ik was ook al klaar. Maar omdat hij tegen mij zei van, Marvin, ik geloof in je, ik weet dat je kunt. Heeft die terug in mij naar boven gebracht. En how about this? How much geloof jij in je eigen? Hoeveel geloof jij in je eigen? Zonder dat iemand u dat moet komen. Het sterkste van mijn hele carrière is geweest dat ik altijd zoveel in mezelf geloofde. Terwijl ik misschien niet zo goed was als een Romelu of Michi of Christian. Misschien was ik minder, misschien ook niet. Maar ik geloofde wel in mezelf. Ik zit in mijn dinges op en ik had fuck shit up. Omdat ik wist van. Is dat nog steeds zo? Of iets minder nu? Nog steeds, maar iets minder. Omdat ik ben nu ouder. 32 is niet zo oud. Ik ben rustig geworden. Ik ben aan het denken
after my career. So. Ja, ik, heb nu, ik, heb nu, ik ben nu andere goal aan het voorbereiden. Yes. Dat is normaal. En dat is mijn bedoeling, dat ik andere doelen ga voorbereiden, zodat ik klaar ben voor de toekomst. Als ik 35 ben, moet ik. I understand. Als je terug kunt blikken naar je carrière, wat is het mooiste moment voor u? Het mooiste moment is sowieso, denk ik, kampioen met Genk. Maar ook een nationale ploeg, eerste match. Trouwens, je hebt een goede average, hè? 7 wedstrijden, 5 goals, 7 wedstrijden. Ja, 4 of... Ja, het was één goal was eigenlijk niet van mij, maar die hebben bij mij geteld. Shit, dus ja, claim the shit. Nee, maar dat staat overal op, hè. Ja, ik weet, dus, ik zeg 5. Ik zeg 5 en ergens zeg ik ineens 4 en ik begreep niet waarom. Dat was één match tegen Kazachstan. Dat was een omgoal, maar ze hebben officieel bij mijn naam gegeven. So I take that shit. Shit, okay. Dus ik denk, ik heb een mooi average, hè. Nou, dus nationale ploeg en kampioen bij Genk. Mooiste voetbalmomenten. Parenthood. Jij zei 2 kinderen. I got 2 kids too. Je oudste is 10? Ja, Jaden is 10. Ja. En de jongste? Haley is 5. 5, oké. Okay. Acting like she's 10. See. Hoe is parenthood voor u? En meisje en de jongen? Ja. Like, hoe kijk je er naar uit, naar de toekomst? Like, you gotta teach them the world. Ja, yeah, it's amazing. Je weet, het is echt... het is iets moois. Het is, was je nooit kunnen afpakken. Dat is hetgeen... Forever. It's the only real thing in life. Dat zeg ik altijd. The only real thing in life. Je kinderen. Parenthood. Wat kun je tegen je kinderen zeggen? Alleen zoon of dochter? Never give up. Never give up. And always believe in yourself. Always believe in yourself. Like so, daddy did. Yep. And he still do. I still do. Maar dat is mijn taak als papa. Natuurlijk. Om die dan mee te geven, om in eigen te geloven. Want als papa zijn is altijd een voorbeeld voor je zoon of voor je dochter. Ga altijd een voorbeeld zijn. Dus klopt. Doe wat je gaat doen. Ik ben niet perfect. Ik ga altijd fouten maken. En ik heb veel fouten in mijn leven gemaakt. En I own up. Het is geen probleem voor me. Ik zal fouten blijven maken. Maar terwijl je die fouten maakt en je leert ervan, zorg dat je die les meegeeft aan je kinderen. Zorg ervoor dat zij dezelfde fouten niet als u maken. Want dan gaat je pas slecht voelen. Dus als papa mocht je fouten maken, maar zorg ervoor dat die fouten niet bij je kinderen thuiskomen zoals zij gewoon. Ja. Ik zou echt niet willen mijn zoontje dezelfde feit heeft als mij, inderdaad. Dat klopt. Hoe ziet 24 uur eruit met Marvin? Vroeger, ja, nu is het heel anders dan vroeger. Nee, laten we eerst de vroeger. Hoe zag je vroeger? Hoe zag die eruit? Ja, vroeger. En dan heb ik het over wanneer ze kwamen. Ze zeggen, ah, is een, oké, de vrienden. Vroeger was, ja, opstaan om 8:30, op een wolk leven, naar de club gaan, ontbijten om de club, trainen, of eerst een beetje voor de training, biljarten, pingpongen, daarna trainen, gaan met training. Lunch op de club, soms een tweede training, naar huis gaan en dan gewoon living a life. You know? Living life. Ik ben altijd iemand geweest, ik heb altijd geleefd. Wat bedoel je met geleefd? Gewoon, ik was niet iemand van, ik moet vandaag slapen om 7 uur of morgen. Nee, soms ging ik voor een match slapen om 1 uur en dat is niet goed. Je moet op tijd slapen, een uur is heel belangrijk. Maar je soms gewoon laat slapen. En sommige spelers doen dat gewoon. En die zijn nog altijd top. Top, inderdaad. Dat hangt af van de persoon. Maar ik was iemand, ik ging gewoon laat slapen. Ik ging soms uit eten. Ik ging soms eens uit. dan nog eens uit. Dus als ik zaterdag of vrijdag in versus was? Dan was ik daar in mijn hoek. Ik was daar in mijn hoek, ja. Special place. Yes, sowieso. Maar de nieuwe. Allee, de nieuwe. Nu, was dat Marvin? Hoe ziet Marvin zijn 24 uur eruit? Nu, ik ben gewoon chill geworden. Ik heb mijn kinderen. Dat is het belangrijkste. Ik kook veel. Ik Netflix veel. Oké. Okay. Ik lees mijn boek. Oké. Okay. En ik luister naar muziek. Muziek is my go-to whenever I'm... Het is precies dat je erbij was toen ik die vraag schrijven was. Want mijn volgende vraag was, ben jij een muziekliefhebber of een boeklezer? Zware muziekliefhebber. En wie is op je playlist? In of op? In je playlist. In?
Je broer heeft net dezelfde vraag gesteld een uur geleden. We hebben daar zwaar over. We hebben daar even goed over gesproken. We hebben elkaar, denk je wel. Ik ben eens benieuwd. Wie zit er in de playlist van Marvin? Hangt af voor een stemming. Street dude. Street, you're some real street motherfucker. Ja, wat is de playlist voor de wedstrijd? En wat is de playlist subiet op weg naar huis? Voor de match was het Niska. Oké. Okay. Fuck shit up, you know. Bendo dat bendo. Dus future. Future, oké. Okay. Welke future? Savages, monster. Want er zijn veel futures. Future. Future. Dreadlock future. Oké. Five kids future. Oké. Okay. Five. Oké. Okay. Dat is monster ongeveer future daar. Future ATL. Dat is voor de wedstrijd. Ik was meer naar Niska. Niska maakt mij boos voor een match. Ja. Oké. Okay. Of soms ging dan naar Wizkid. Wizkid, oké, okay, natuurlijk, dat moet. Shout-out naar de peeps. Nadja. Nadja. Oké, but with the friends. Welke liedjes, je zit met de friends, welke liedjes zit je? Mijn vrienden altijd een beetje Marvin, andere muziek. Want ik ben iemand, ik kan luisteren naar Tory Lanez, Jack Wees, rustige muziek. Okay. Want Marvin, doe dat als je met andere personen bent. Niet met ons. Maar toch, ik zei het. Weet je wie mij herinnert? Aan deze dada. Hij, als hij komt, ik ben in de auto met hem, hij weet ik ben Meek Mill type shit. Meek Mill ook voor de match. Meek Mill is ook my guy voor de match. Hij zal Bauhaus zitten, dus nu ik denk ook dat jij misschien ook Bauhaus zou zitten. Ook. Vroeger? Ah, zeker. Ah. Vroeger. Wat bij Dalle. Vroeger toen hij CD met Chris Brown heeft gemaakt. Let me hold al die dingen. Shorty like, man. Shorty like that. Ja, nu las ik Jacquees. Shout-out naar Birdman voor dat. Tory Lanez. Hij is 5'3", heb ik juist gezien. Ik heb ook, jammer. Want hij is nog, ik zei ook tegen mijn broer van, Tory Lanez, ik zie nu anders dan hem. Hij was alleen een zanger, maar sinds die quarantine radio, hij heeft meer talenten. En dat vind ik dat de industrie meer moet doen. Het is niet alleen maar muziek. Nu zeg je net van, oh, die boy is grappig. Hoezo? Entertainment. Dat zou er meer moeten zijn. Ook in België. Er is te weinig platform voor muziek in België. Er zou één iemand moeten zijn dat zou moeten kunnen, zoals in Amerika of in Nederland, kunnen investeren in our culture. Platforms die bestaan, hè? Maar te weinig. Nee, maar ik denk... En zelfs niet alleen voor muziek. Ik vind... En dat is denk ik ook een van de redenen waarom dat je hier bent. Game. Ook die verhalen van de voetballers worden niet genoeg gebracht en van andere voorbeelden voor de nieuwe generatie. Sowieso, maar als voetballer zijn er veel mensen die veel meemaken. Maar in muziek, er is te weinig platform voor mensen zoals ons. Jammer genoeg. Waarom is er niet iemand die daar zegt van luister, ik wil investeren, mijn tijd erin steken of wat dan ook. De mensen rond mij, ik investeer, ik heb mensen rond mij en let's go. Ik denk dat sommige gewoon bang zijn van de steun, dat ze gaan geen steun krijgen. Maar inderdaad, zoals hij heeft gezegd, je bent uiteindelijk hier. Talks with Charlie, maar Talks with Charlie, dat is deze studio bijvoorbeeld. We hadden misschien als je 3 jaar geleden had ik u aangesproken, had ik u nooit hier kunnen krijgen. Want wij gingen ook overal. Nee, hiphoppers, jullie willen een zaal. Dus met andere woorden, hun hoofd, jullie gaan daar smoren, jullie gaan daar. All types of bitches ziet dat. Nou, want ze hebben weer een beeld. Dus we hebben vol een back knees gekregen. Tot er één persoon, zoals je hebt gezegd, die heeft gezegd van, weet je wat, I'm gonna go half voor jou. Ook die persoon heeft nee gezegd, but daarna heeft ze gezegd, nee, eigenlijk wel. Het is shit. En uiteindelijk, zo'n mensen heb jij nodig. Want inderdaad, Talks with Charlie ging er niet zijn. Als deze plaats er niet was, bijvoorbeeld. God bless you. God bless us. Maar inderdaad, je hebt gelijk. De platform is er niet. Maar niet alleen voor muzikanten, maar ook voor voetballers. Eerlijk, de enige voetballers die wel een platform gaan krijgen, zoals je hebt gezegd, zijn de Romelu's. Maar dat zijn niet de enigste. Er zijn nog veel meer die op en komen zijn, die ook goed zijn. Die niet bij Inter Milan spelen, die niet in nationale ploeg, maar maakt dat we hun verhaal niet mogen horen. En dat is wat ik ook jammer vind. Los van dat er geen platform is voor muzikanten. Er is ook geen platform voor jonge entrepreneurs die kleren maken, bijvoorbeeld. Maar iedereen is wel Black Lives Matter of yo, support the Black. Nou, weet je, er zijn zoveel dingen. En ook, ik heb bijvoorbeeld, een van mijn opkomende gasten is een 18, 19-jarige jongen die aan een kledinglijn is begonnen. Maar je gaat dat nooit weten.
Want die gast heeft geen platform. Ik denk dat er wel een paar mensen zijn die dat zouden kunnen doen, maar ja, ze moeten ook durven. Talk to Charlie. Ze moeten ook gewoon durven. Nogmaals, wat jij nu begonnen bent, in Belgische zijn er... Dat is de eerste keer dat ik dat... Er zijn er wel, maar niet van onze cultuur. Laat zo zeggen. In Amerika is dat normaal. Dus ik zei, je hebt Charlemagne the God. Je hebt Joe Biden, je hebt dit, je hebt dat. Ja, maar Charlemagne the God, hij zegt gewoon wat hij denkt. Hij pakt mensen aan. Hij geeft donkeys of the day en wat die dingen aan. Hij pakt Kanye's aan, hij pakt iedereen aan. Hij heeft geld en mensen respecteren hem. Facts. Maar als je dat in België doet... Maar als je dat in België doet bijvoorbeeld, niet dat ik zo iemand wil worden of wel wil worden, maar als je dat in België doet... Ach, wat gaan ze over mij denken? Dat blijft niet bestaan. Je moet iemand zijn die fuck the world. Soms moet je speciaal zijn, maar je moet ook denken van in welke wereld je leeft in België. En ik denk, in België moet je oppassen met wat je zegt. Zeker voor onze cultuur moet je oppassen met wat je zegt. Wij moeten eerst en vooral 5 keer hard werken. Maar ook 5 keer hard oppassen met wat we zeggen. Want alles wat we zeggen wordt uitvergroot. En als het negatief is, wordt het nog groter gemaakt. Als het positief is, kan misschien ergens in klein komen. Maar het negatieve gaat vergroot worden en... Dat is inderdaad jammer, maar like, ik talk with Charlie. My brothers, we don't give a motherfuck how people. I mean, we gonna go for this shit. Mm-hmm. En zo inderdaad zou veel meer mensen moeten zijn. But you know, dat is heel nee. Jij zei iets van de muziek, maar boeklezer ook. Ja. Yeah. Over boeken lezen, Marvin? Personal growth. Mental personal growth en mental health. Als je me een boek kon aanraden, welke boek zou je me aanraden en waarom? Wat is de naam? Nu lees ik Elementaire Gewoontes. Elementaire. Ja, gewoontes. Ik zal gewoon opschrijven, dat ik dat niet vergeet. En wat is dat? Wat is het belt? Dat zijn dingen dat je denkt dat normaal zijn, maar die eigenlijk niet normaal zijn. En die dat je dan eigenlijk kunt veranderen door stap per stap en dag per dag. Elementaire gewoontes. En dag per dag gewoon aan te pakken. Dus als je weet dat 's morgens opstaan om 11 uur slecht is, begin dan eens met opstaan om 9 uur. Dat is een eerste gewoonte dat je kunt veranderen. Mm-hmm. En vandaar kun je je ontbijt veranderen, je levensstijl veranderen, wat je doet in je dag veranderen. Dus alles stap per dag. Stap per stap en dag per dag, sowieso. By the way, van muziek, mijn playlist is ook J. Cole. Dat moest erbij. Ik zag je er juist een bompom. Dank je wel. Dat moest erbij gezegd worden. This guy is humble. Ja? En ik ben ook humble en ik hou van humble persons. Zoals ik zei, in België, voetballers zijn ook allemaal humble, maar als er eentje is die het meest humble dat ik ooit ben tegenkomen, dan moest hij hem willen. Shout out dan, yo. Ik wil niet te veel zeggen, maar Moussa is inderdaad one of the humble people. I never met the guy, but inderdaad. Hij is de meest humble persoon die ik ooit heb gekend. Shout out to Moussa voor dat. Ook, we kunnen zeggen van De Bruyne is de beste speler, Hazard is de beste speler ooit, Courtois is de beste keeper. Most humble. Maar bij mij in mijn top 3 beste speler waar ik ooit mee heb gespeeld, Moussa Dembele altijd instaan. Als voetballer en als mens is het misschien nummer 1. Yo, als Moussa dit hoort, ik ken Vouchen, want hij heeft ons ook kunnen helpen met deze Riverside Studio. Shout out naar hem en ik geef je 100% gelijk. Moussa is een humble dude, real dude. Ik ken hem niet, but just the simple thing dat hij wel heeft gedaan, dat toont dat hij... Dat is Moussa, simple things. Simple things, inderdaad. Welke raad geeft Marvin ook in Jimmy vandaag aan de jongeren? Be humble. Be humble. Want je kunt snel naar de top gaan, maar je kunt er nog sneller afvallen. Je kunt snel aan de top geraken, maar je kunt nog sneller eraf vallen. De weg naar de top is soms ineens fast life, fast lane. En je bent daar ineens van wauw. Maar om daar te blijven, wordt er sneller afgehaald. Ook niet alleen door jezelf, maar ook door andere mensen. Er zijn andere mensen klaar om te tackelen. Dat je eens naar beneden valt. Dan moet je sterk op je benen staan en mentaal ook heel sterk, vooral mentaal heel sterk zijn. En nog eens, gewoon train je mental health.
Zorg ervoor dat je mentaal zo sterk bent, dat wat er ook met je gebeurt, dat je altijd terugkomt. Want in het leven gaat je altijd moeten vallen en opstaan. Je gaat meer moeten opstaan als vallen normaal, maar als je ervoor zorgt dat je die val voor bent, dat je niet moet opstaan, om tijd te verliezen, train gewoon je mental health zo hard dat niks je kan... En oké, er zijn sommige dingen waardoor je gevoelig bent, maar train dat zo hard en ook help andere mensen. Het is niet omdat je zelf iets niet hebt kunnen doen dat je anderen niet kunt helpen. Wij kunnen voor elkaar zoveel betekenen. Mentaal, financieel, school, wat dan ook, familie. Gewoon binnen voor elkaar. Dat is het belangrijkste. Want veel mensen houden te veel voor zichzelf en geven te weinig aan anderen. Er zijn er dat wil doen, maar op momenten dat soms te laat is. Dus waarom zou ik iemand eerst moeten laten vallen voor die opstaat? Als je iemand kunt helpen... Voordat hij valt. Voordat hij valt, zodat hij sneller opstaat. Dat is het mooiste wat er zou kunnen zijn. En dat doe ik met mijn mensen naast mij. Als ik zie dat bijvoorbeeld Stallone op Instagram gek doet, ik stuur hem direct een beetje van stop ermee of wat dan ook. Bye. Ik ben er snel bij, omdat ik weet wat er morgen gaat verschijnen in de kranten. Ik weet dat mensen daarop wachten, op die soort dingen. Dus probeer dat niet te doen. Dus probeer elkaar te helpen, probeer gewoon iemand te pakken voor hij valt. Dat hij niet meer moet van de grond krabbelen met pijn in de knieën. Nee, gewoon voor hij valt. Zodat je daarna weer, dat je minder moet bergen beklimmen. Want in het leven zijn er zoveel bergen dat je moet overwinnen. En sommige kun je niet overwinnen omdat je te laag bent gevallen, te diep bent gevallen. Maar als je zorgt dat je minder diep valt, dan moet je ook minder hoog de berg op. Oh, wow. Dat was diep. Om af te ronden. If my man Marvin had 24 hours to live, what would he do? Gewoon mijn kinderen blijven rustig. Rustig. En mijn kinderen vertellen over het leven, hoe het leven moet aanpakken. De fouten die papa heeft gemaakt, de fouten dat papa wil dat zij niet maken. That will be my thing, just be with my kids. Tell them about life. Life will hit you hard, but make sure that you stand up whenever you fall down. Dat zal ik altijd met mijn kinderen zeggen. En dat is het belangrijkste, want na mij staan mijn kinderen als ik er niet meer ben. Dus I gotta be the example for my kids and I will be a good example. Facts. Talks with Charles, this was a classic. My brother, peace, gang, love.